aangesloten is aan de koren waar we hebben 6 koplobsters. Goedemiddag en welkom vanuit Arnhem. Hier zijn we bij de finish en zo dadelijk gaan we beelden van onderweg krijgen. En de laatste etappe van de Ladies Tour, dit was de ene laatste etappe van gisteren. Naast mij zit, zoals de hele week al, Vera Kudoder. Ja, we gaan nog even terugkijken op gisteren. Ja. Met deze vrouw, Anouska Koster. Ja, wat een sterke wedstrijd reed zij, hè? De ploeggenoten van Marianne Vos. Oh, en daar zagen we Cecile Oetroep-Ludwig de bosjes in vliegen met wat eten in haar mond. Kijk, en ze nam een aantal rits mee. Of, nou, we zagen niet exact hoe het kwam van achteren, maar het was een vervelende valpartij. Ja. Met een bidon of iets, in, een gelletje iets in de mond. Eten. Ja, heel vervelend. En even later gaf ze daar helaas de brui aan in deze etappe. Dus ja, zonde voor haar. Hier Kasia Nibiadoma die een aantal keren heel hard doortrok, maar... Ja, dit was de beslissende aanval ja. Op de tweede passage voor de finish. Ja. En uiteindelijk rijden ze dan met z'n drieën naar Koster toe. Met daarbij dus ook Marianne Vos en Chantal Blaak, die heel goed in het klassement staat. En daardoor uiteindelijk ook de leiding ging overnemen. Een hele goede move van Jumbo-Visma, want doordat Anouska Koster dus vooruit reed, kon ze heel lang van goede waarde zijn voor Marianne Vos in de kopgroep. Ja, deze dame moest dus heel hard werken om het verschil te beperken. Kreeg niet genoeg steun ook van haar ploeggenoten en deze vier bouwden de voorsprong uit. Koster, daar houdt het dan op een gegeven moment voor op. En Vos, Blaak en Nieuwedoma die gaan door. Reuser hier aan het stoempen. Voor de zoveelste kilometer op kop. Ja, die heeft echt in haar eentje bijna moeten doen. Heel af en toe Bastianelli eventjes erbij, maar toch niet echt vaak. En uiteindelijk wisten ze het verschil even nog terug te brengen naar binnen de halve minuut met een klein groepje. Maar daarna liep het ook weer wat op. En uiteindelijk aan de finish nog 17 seconden. Want er gingen ineens alle andere rensters rijden en gingen ze vooraan een beetje voor de overwinning wat doen. Je ziet de modder overal. Het was echt afzien. En hier de sprint. Ja, dat was verrassend. Hè? Eerst Vos. Ja, eerst ging Blaak aan, maar bij Blaak, Blaak is dan toch het minst explosief in deze explosieve aankomst bergop. En Vos die gewoon haar explosiviteit toont, nog na zo'n lange zware etappe van 150 kilometer. En heel blij was, net als altijd. Hè. Ik weet niet hoeveelste overwinning dit was, maar zoveel gewonnen in haar carrière. En iedere keer is ze nog super blij ermee. Hier Amy Pieters die ook heel sterk had gereden met Demi Vollering in haar wiel over de meet. Dat was een hele mooie etappe. En hier Marianne Vos, de winnares onder de modder. Dit is de uitslag dus. Vos, Nieuwedoma en Blaak. Blaak dus de leiding in het klassement overgenomen. Dan dat groepje met Pieters. En Bastianelli, die is in dienst reed eigenlijk van Reuser. En uiteindelijk voor haar kopvrouw finish. Dat is niet netjes wat mij betreft. Heel bijzonder vond ook ik, ja. Ook opvallend Pfeiffer Georgie. Maar hier Vos, de winnares. Fantastisch gereden. En het klassement. Blaak, 20 seconden heeft ze nu voor op Reuser en een halve minuut op Van Dijk. En ja, en daarachter, dat wordt wel heel lastig voor die vrouwen om daar nog echt wat te doen. Maar om die vierde plaats is nog wel spannend met Vos en Vollering. En ook Pfeiffer Georgie kort daarop. Alison Jackson in de bolletjestrui achtste. Maar die bolletjestrui die gaat ze niet houden, kunnen we alvast verraden. We gaan zo kijken naar wat er vandaag gebeurt. Ja, en Ellen van Dijk nog op de derde plek. Ellen die heel veel... pech had gisteren in die zware etappe in Limburg met lekke banden. Daardoor continu in de achtervolging moest, achter de feiten aanreed. En desondanks nog wel derde staat in het algemeen klassement. Dus Ellen die is gewoon een supergoede doen, maar het zat haar gisteren niet helemaal mee. Hier de kopgroep, 6 vrouwen, 3 Nederlandse vrouwen. Nina Buisman, Teuntje Beekhuis en Jeanne Kooijevaar. Of sorry, ja, Jeanne Kooijevaar zeker. Kooijevaar, en dan ja, Trixie Worak, de Duitse, dame uit Trinidad en Tobago is erbij. Teniel Campbell, die in de proloog nog verkeerd heeft. En hier weer een lekker band voor Ellen van Dijk. Dat was gisteren dus meerdere keren. En nu moet er weer een heel nieuw wiel in. Dat gaat ook niet in een enorm tempo. Dus dan gaat ze weer tijd verliezen op deze manier. Dat is wel structureel. Schijf remmen, hè? Dat is een voordeel met nat weer. Maar niet als je lek rijdt. Nee, want dat duurt gewoon veel niet. Langer. Nee. En de zesde vrouw moesten we nog even noemen. Dat is Alexis Ryan. Ella Harris is dat, hè? Ella Harris, de Nieuw-Zeelandse uit de ploeg van Canyon. Zou er ook bij moeten zitten. Hier achteraan Buisman, die ken jij goed, hè? Ja, ze zit er alweer bij. Dat is hartstikke mooi om te zien. Mijn plaatsgenote, uit Boven Karspel afkomstig, waar ik ook 28 jaar gewoond heb en opgegroeid ben. En tegenwoordig woon ik 1 dorp verder in Grotebroek, maar we zitten allebei in dezelfde gemeente, Stedenbroek. En ja, dat is echt heel knap hoor, dat ze vandaag toch weer in de ontsnapping zit.
natuurlijk ook al gezien richting Hardenberg. En toen moest ze helaas de rol lossen bij de twee koplozers die uiteindelijk nog nipt het peloton wisten voor te blijven. En Alison Jackson die toen met de winst aan de haal ging. Maar ja, vandaag aast ze denk ik op revanche. En ja, gaat ze zich gewoon weer tonen. En hopelijk ja, nu voor haar dus wel tot het einde. Maar goed, ze moeten nog 54,5 kilometer. En ja, in het klassement zijn er nog dingen speelbaar. Dus de koers is nog lang niet gelopen. Maar wel mooi om te zien hoor. In de eerste anderhalf uur van de wedstrijd waren er ook al heel veel aanvallen. Onder andere Nivea Doma dus. En daarna was het een tijdje status quo en wat rust in het peloton. Maar nu toch een hele mooie kopgroep ervandoor. En, ja, ook voor ons natuurlijk mooi om ja, een aantal Nederlandse daarin te zien. Ja, drie van de zes dus uit Nederland. Teuntje Beekhuis is er ook bij. Teuntje Beekhuis is van de ploeg van Marianne Vos. Zij komt uit Valkenburg. Eigenlijk uit Eindhoven oorspronkelijk geloof ik, of omgekeerd juist. Dan hebben we dus Jeanne Kooijevaar, heel ervaren uit Groot Ammers, 24 jaar. Al goede dingen laten zien, staat niet voor niks ook in de top 10, op de negende plaats. En ze hebben best wel een aardige voorsprong van 2.19. Dus ja, virtueel gaat ze richting de leiding, want zij heeft 2,5 minuut achterstand. Dus dat is voor Kooijevaar een leuke bijkomstigheid. Ja. En de derde is dus, ja, net al door jou gememoreerd, Nina Buisman. En verder de ervaren Trixie Worrak van de ploeg van Ellen van Dijk. Zit dus mee voor in de Duitse. Dan hebben we Ella Harris, de Nieuw-Zeelandse. En dus Tenille Jackson. Zij viel vooral op. Of, Campbell, sorry. Ja. Zij viel vooral op in de proloog. Doordat ze ja, rechtdoor reed waar ze rechtsaf moest. Anders had ze een veel betere tijd gemaakt. Maar nu zit ze hier mooi in de kopgroep. Ze rijdt ook eigenlijk al de hele Ladies Tour behoorlijk goed. Kwam gisteren ook best aardig mee. Over die heuvels in Limburg. En deze kopgroep heeft er dus serieus werk van gemaakt. Een etappe waarin Anouska Koster zich ook al heeft laten zien voor de bergpunten. Degene in de bergtrui, Alison Jackson, heeft er eigenlijk niet veel aan gedaan. Die heeft één keer maar een beetje meegesprint. En voor de rest heeft Koster eigenlijk zo'n beetje alle punten gepakt. En ze is al verzekerd van de bergtrui als ze in ieder geval de finish haalt. En dat zal wel normaal gesproken. Ja, toch wel een hele mooie prijs ook voor Jumbo-Visma. Natuurlijk ook al twee etappenzegens binnen met Marianne Vos. En ja, nu ook weer gewoon iemand mee van voren. Dus een mooie week voor hun, zou ik zeggen. En al helemaal als misschien toch Marianne Vos na van vandaag nog kijkt. En dan zegt Amelie Diederiksen tegen de camera van wat meer afstand houden. Ja, dat, en willen ze dan de vlucht van Warwick beschermen? Is het dat vooral? Ja. Dus niet te veel hulp van peloton, juist, ja. Peloton door de motor. Ja, hier rijdt Worrak. Ja, de camera die soms voor ons lastig om te zien, want soms zoomt een camera in. Dus dan denk je dat de motor dichterop rijdt, wat natuurlijk niet mag. Waar ze dan te veel voordeel uit halen. Maar als ze inzoomen, dan weet je het niet. Maar nu blijkbaar was het niet ingezoomd en reed hij er gewoon te dichterop. Dus het is goed dat ze dat aangeeft, want ja, dat mag gewoon niet natuurlijk. En kijk, hier is Jeanne Kooijevaar op kop. Maar goed, ja, het is een zware week geweest voor de rensters. Slecht weer gehad, zat niet altijd mee deze Hollandse zomer. De zomer moet eigenlijk nog komen. Zomer hebben we deze week niet gezien bij de Ladies Tour. Het was een paar keer nog wel droog, maar de laatste dagen dus ook regen erbij. En dat maakt het extra zwaar. Het is ook maar 17 graden. Er staat een noordenwind. Die hebben ze nu een beetje mee, want ze gaan nu langzaam maar zeker weer terug Arnhem in. Ze rijden eigenlijk zo'n beetje Arnhem uit richting Schaarsbergen over de Siependaalse weg. En dat loopt constant omhoog. Het is niet heel steil, het is gemiddeld maar 2%. Maar het blijft omhoog zuren een beetje. Ja. 2,6 kilometer lang. Er worden toch 57 hoogtemeters ingemaakt. 6% maximaal. Het is allemaal niet super pittig. Het staat ook wel bekend als de Mentenberg trouwens. Voor de mensen die het daar goed kennen. En dan draaien ze weer een beetje terug achter het Rijnstatenziekenhuis langs. En dan via de Kattenpoelseweg naar beneden terug Arnhem in. En dan de Apeldoornseweg uiteindelijk draaien ze terug de Siependaalseweg. Maar daar ligt dan meteen de finish om de hoek daar bij het Watermuseum. Voor de mensen die Arnhem kennen, daar is het dus te doen. En dat is ja, bij Sonsbeek Park een prachtige locatie om te finishen. Ja, het is prachtig hier. Ja, je hebt het rondje gereden, je hebt verkend. Ja. Wat was jouw indruk? Nou, kijk, dat het dus nergens, wat je net zegt, hè, je had het al goed beschreven, goed uitgelegd. Het is nergens heel steil. Overal, ik denk dat het maximaal 2% omhoog loopt. Maar wel zeurderig. Ja, of misschien nog een paar procent meer, maar niet meer dan dat. En
dat zeurderige, dat is vervelend als je daar dus heel hard op gaat rijden. Want ja, dat, in de finale ga je dat gewoon voelen. Dus het is nergens echt vlak. En dit soort wegen zorgen ervoor dat het lijkt alsof je altijd slechte benen hebt. Terwijl dat dan niet is. Dus als je een klimmetje hebt, dan weet je van meer dan 5%, dan weet je oké, het loopt omhoog. Hè, ik voel het in mijn benen. En hier denk je vaak, nou, het is hier toch vlak, maar dan is het niet vlak. En dan, ja, dan zuigt die weg als het ware. En ja, dan lijkt het gewoon alsof je slechte benen hebt. Dus dat maakt het lastig mentaal gezien. En ja, doordat het nergens overal helemaal vlak is en de hele tijd op en af gaat, dan ga je dat gewoon in de finale toch voelen. Dus ja, voor je gevoel is het dus niet zwaar, maar dat is het dus wel. En het zijn eigenlijk dezelfde aantal hoogtemeters als gisteren. Dus dat is wel gek, hè? Want gisteren kon je duidelijk veel meer hoogteverschillen zien. Er waren er meer wat lastigere klimmetjes. En hier uiteindelijk eind van de dag net zoveel hoogtemeters. Dus dat is dat maakt het in mijn ogen onmogelijk om hier met een peloton, ja, echt een massasprint te krijgen op het einde. Nou goed, de kopgroep heeft nu 2 minuten 12. Maar als je vandaag nog heel veel in de benen hebt na deze zware week, dan je gaat gas geven, dan loont het parcours er gerust echt wel naar om het verschil te maken. Kijk hier, Teuntje Beekhuis die even een gelletje pakt. Ja. Verder niks aan de hand, lijkt het. Of... Nee. Nee. 19 keer doen ze dat rondje. Het rondje is maar 8 kilometer. En dat gaat dus vooral het zware worden. Hè? Dat je 19 keer daar die Zuipendaalse weg op moet. Ja. Ja, dat denk ik wel. Nergens echt hele lastige bochten. Dus gisteren was het wat meer lastig qua technisch parcours. Wat lastigere bochtjes en klinkertjes gisteren ook erin. Maar, brede wegen ook vandaag op de manier. Gewoon, ja, mooie brede wegen. En vooral dit stukje, dat loopt toch best wel op. En het is geen groot peloton meer. Dus dat scheelt. Daar moeten we het even over hebben. Het is geen groot peloton meer. Ja. Nog maar 57 vrouwen, inmiddels 56. Want Maud Rijnbeek heeft opgegeven onderweg. Maar ja, dat is wel een beetje raar hoe dat gegaan is gisteren. Daar weet jij meer van. Ja, ik heb gesproken met een van de ploegen. En er zijn dus een aantal teams in deze Simac Ladies Tour die ook aan talentontwikkeling doen. Veel jonge renners rond hebben rijden. Ja, en van tevoren werd eigenlijk aan iedereen doorgegeven dat er een tijdslimiet van 28 minuten was. Maar ja, tijdens de wedstrijd bleek dat toch niet waar. En moesten ze na 7 minuten achterstand al de wedstrijd verlaten. Ja, dus dat leverde voor heel veel teleurstelling op bij heel veel jonge rensters. Die eigenlijk heel graag de wedstrijd hadden uitgereden. En ook deze zware etappekoers uit hadden willen rijden. En vooral ook de etappe van vandaag nog graag hadden willen starten. Uiteindelijk kwam de laatste renster binnen op ongeveer 18 minuten uit mijn hoofd. Maar heel veel renners die dus naar inzien van de renners zelf. Hè. Er was ook protest ingediend door de rensters. Die waren het er niet mee eens. Maar goed, toen werd er gezegd dat het voor de veiligheid was. Maar wat ik begreep hadden ze het graag liever van tevoren geweten. Voor de wedstrijd waar ze dan aan toe waren. In plaats van tijdens de wedstrijd dan van de koukermis thuiskomen. En zo de wedstrijd moeten verlaten. Ja, er zijn nog maar heel weinig ploegen compleet. Alleen de Canyon-ploeg en de Jumbo-Visma-ploeg. De Canyon-ploeg is van Nieuwe Doma en de Jumbo-Visma-ploeg van Marianne Vos. Ja. Die zijn compleet. Er is zelfs een hele ploeg uit. Dat heeft weer een andere oorzaak. Ja WNT Ceretici die gisteren niet van start mochten gaan. Omdat er één COVID-19 geval was binnen de ploeg. Eén positieve test. En dan zijn de regels. En dan moet de rest in quarantaine. En daarom heeft de organisatie ook preventief de rest van het peloton laten testen. Die mogelijkheid was er. Dat werd aangeboden dus door de organisatie. En werd er heel erg op prijs gesteld. Dus zo om ook de veiligheid te garanderen richting de volgende wedstrijden. Richting onder andere de Europese en de wereldkampioenschappen. Dus dat was een mooie geste van de organisatie. Maar natuurlijk wel heel erg jammer voor WNT Ceretici. Dat ze op deze manier het laatste weekend niet kunnen rijden. En helemaal voor Kirsten Wild die graag nog haar allerlaatste wegwedstrijd had willen voltooien. Maar die dus ook noodgedwongen dit laatste weekend niet kon rijden. Nee, dat is heel sneu, hè? Ja, zo
Ja, heeft het COVID-19-virus toch weer een, ja, helaas weer een negatieve invloed in dit geval. Er zijn natuurlijk al de nodige restricties en maatregelen en ook qua parcoursen en alles om de wedstrijd heen. Maar ja, dan is het jammer dat het toch ook op deze manier zijn effect heeft. Ja, we krijgen een beetje een impressie van het parcours zo. Dit is een stukje fietspad en dan gaan ze uiteindelijk richting de Apeldoornse weg. En daar gaat het echt flink naar beneden. Mensen die Arnhem binnenrijden vanaf Arnhem-Noord, die weten dat die weg behoorlijk naar beneden loopt. Nodigt ook uit voor mensen om hard te rijden, maar dat mag dus niet, want het is daar 50. En daar gaan zij wel overheen vandaag als dat ze daar naar beneden gaan. De koplopers inmiddels al bij de finish. Dus het begin van de Siependaalse weg ter hoogte van het Watermuseum. Dat zien we daar. Nou, we zien vooral heel veel water ook op de camera nu. Maar dat ligt daar rechts, het Watermuseum. En hier dan, daar rechts verder, Solsbeek Park. En dan op een gegeven moment gaat het over in Park Siependaal. Ja, het is prachtig. Het is iets mooier als het lekker weer is. Hè? Als ik met een zonnetje erbij ziet het er wat mooier uit. Het is wel heel mooi groen door hoe het allemaal geregend heeft deze zomer. Dat zeker. Ja, het is zo'n prachtig gebied hier. Ik heb hier veel getraind. In de jaren dat ik in Apeldoorn woonde, kwam ik hier heel vaak ook mijn blokkentrainingen doen in de heuvels rondom Arnhem. En dat ik begin deze week ook hier met mijn gezin op vakantie, of tenminste in een vakantiehuisje zat en hier op de fiets naar de studio kwam, moest ik ook steeds de Bosweg omhoog. Dat ligt hier heel vlakbij. De Bosweg, die is echt vervelend, hè? Die is, helemaal op een hybride fiets. Ik heb geen fiets met ondersteuning, voor de duidelijkheid. Dus daar wil ik voorlopig nog lang niet aan toegeven. En als je dan bepakt en bezakt bent, en dan is het een behoorlijk klimmetje. En die ligt hier heel vlakbij het parcours ook. Dus, die hebben ze niet gepakt. Want die hebben ze niet gepakt. Nee, dat is op zich, dat zou het helemaal zwaar geweest zijn. Want zeker. Dat is echt wel even een heel selectief stukje van 18% zit daarin zelfs. Ja, zeker. Ja, dat voelde ik wel. Dus ik ging volgens mij 11 kilometer per uur. Ja, dat is niet gek. Hier gaan ze de bocht om. Richting finish ook het peloton. Het verschil is ongeveer 2 minuten. Daarachter rechts ligt de spoorbrug. En dan draaien ze hier de Siependaalse weg op en gaan ze over de finish met de vrouwen van de ploeg van klassementsleider Blaak vooraan. Ja. Amy Pieters, ploeggenoten, zelf ook nog steeds goed geclasseerd, staat 7e. Maar ze zullen het puur voor Blaak doen. Blaak zit wat verder achterin, die komt hier nu over de finish. En daar de rest van het peloton dat nog vrijwel compleet is. Er zijn nog maar weinig vrouwen gelost. Ze onderhouden nog geen enorm tempo. In het begin is het wel even wat aangevallen, maar nu is het een beetje status quo. En afwachten of deze groep uit de grip van het peloton kan blijven. We hebben gisteren gezien dat een verschil zo teruggebracht wordt. Kijk, Teuntje Beekhuis die even naar de auto gaat. Marco Postma zit er achter het stuur. Ploegleider van Jumbo-Visma. We gaan even wat eten. Ja, eten en drinken is super belangrijk op dit soort dagen. Marco Postma kennen wij trouwens goed. Die is een van de initiatiefnemers van de alternatieve Alpe d'Huez op de Postbank. Die kent het hier ook wel goed. Die kent het hier heel goed. We hebben vorig jaar nog een reportage over hem gemaakt. Toen in de coronaperiode konden zij natuurlijk niet afreizen naar Frankrijk. Ze hebben een alternatief parcours bij de Postbank gedaan. En sommigen hebben 36 keer een klimmetje daar gedaan. Dus niet alleen die bekende klim van Mark Cialinghi, zeg maar. Ze zijn nog op andere plekken geweest waar het zeker zo lastig is. De Emma Pyramide en zo. Ja. En volgens mij was Marco een van degenen die dat 36 keer gedaan heeft. Petje af. Helmpje af, moet ik zeggen. Ja. Goh, jeetje. Ja, ze hebben bij elkaar geloof ik, het was een groep van een stuk of 20. Een aantal daarvan hebben ruim 250 kilometer gereden die dag. Zo. Nou, dat... Dat is nogal wat. Ja, ze wilden toch dezelfde hoogtemeters maken als dat ze bij de Alpe d'Huez zouden doen. En die deden ze ook altijd al 6 keer. Ja, knap hoor. Want dan moet je ook steeds naar beneden. En, ik hoop dat het wel afgezet was. Het was niet afgezet. Nee, maar goed, op de postbank kun je vrij rustig rijden. Er zijn wel wat auto's. Okay. Maar het was een doordeweekse dag. Het was ook een beetje, net geen regen. Op het einde wel geloof ik nog, maar in ieder geval geen mooi weer. Dus ook niet dat er nou heel veel toeristen waren. Oh, okay. Dus ze hadden ruim baan om te fietsen. Er deden heel veel meer mensen hoor op dat moment. Maar zij hadden echt een grote groep. En ook de bekende Nijmeegse artiest Maarten Peters, die het lied voor Alpe d'Huez heeft gemaakt, heeft ook nog het lied vertolkt. Dus toch een mooi alternatief verzonnen. Ja, hij kon natuurlijk in die tijd helemaal niks. Nee.
Dan hebben ze op die manier toch nog flink wat geld ingezameld. Terwijl ze hierboven zijn, de Ziependaalse weg. En daarna komen ze dan in dat gedeelte een beetje achter Rijnstaten, waar het zo wat op en af loopt en pas echt Arnhem in. Hebben we net nog niet heel goed gezien. Gaan we dadelijk waarschijnlijk wel beter in beeld krijgen als ze echt de Apeldoornse weg afgaan. Dan gaat het pas serieus naar beneden. Nu de Schelmse weg ook wel een beetje naar beneden. Zit ook vlakbij Omroep Gelderland nu. Als je de Schelmse weg afrijdt en je gaat rechts de Roosendaalse weg op, dan kom je bij de Omroep. Ja. En ze komen hier niet langs. Het scheelt niet veel inderdaad. Nee. En hier weer Amy Pieters, Demi Vollering, in dienst van Chantal Blaak, die dus wat verder naar achter zit. Blaak zal denk ik vooral letten op Reuser en op Van Dijk, want die staan dichtbij, 20 en 30 seconden. Maar alleen Reuser, de Zwitserse, die dus 2 dagen de leiderstrijd droeg en ook de tijdrit natuurlijk heeft gewonnen. Of 2 dagen, 3 dagen heeft natuurlijk de leiderstrijd gedaan vanaf de tijdrit. Ja, dit de tijdrit en toen... Maar jij hebt daar gisteren gesproken in jouw podcast Courage. Courage met de KO1. Ja. Vanwege jouw naam Kudo er natuurlijk. En het was een leuk gesprek, hè? Ja, we konden het ook al aan haar interviews zien na afloop van de etappes. Waar ze won in de tijdrit en waar ze de gele trui draagster was. Een hele vrolijke, goedlachse Zwitserse. En ik had het genoegen om inderdaad gisteren tussen alle hectiek door toch nog best wel lang te mogen spreken. Zo'n etappekoers, moet je voorstellen, 's ochtends ga je ontbijten en dan... ga je naar de start toe met de bus of met de auto. En dan ga je de etappe rijden. Nou, dan terug weer reizen naar het hotel. Dan vaak douchen, massage, diner met z'n allen. Dus in al die hectiek, toen ik gisteren thuis kwam na de uitzending, kon ik haar spreken. En ze nam me ook echt de tijd voor. Ze vond het leuk dat ik met haar een podcast op wilde nemen. En, ja, we hebben een leuk gesprek gehad, zoals je zegt. Je hebt het ook geluisterd, hè? Ja. Dus ik ben benieuwd wat jij eruit hebt gepikt. Vooral, kijk, dat was leuk toen. Leuk. Wat minder leuk waren de valpartijen. Zij is 2 keer gevallen. Ja. En op beide knieën. Met flink wat bloed ook. Maar die tweede valpartij was natuurlijk die verschrikkelijke val met Lorena Wiebes onder andere ook. En een halve peloton ging er onderuit. Ja. En zij zei toen na afloop van, ik hoop dat mijn moeder het niet gezien heeft. Maar ze heeft toch een foutje gemaakt waardoor moeder Reuser toch de beelden zou kunnen zien. Want wat was daar gebeurd? Dat heeft ze dus in jouw podcast ontdekt. Ja, via Instagram had ze toch die beelden laten zien. En haar moeder heeft dus sinds kort Instagram speciaal genomen om haar, om mannen te kunnen, haar dochter te kunnen volgen. Dus toen zag ze het alsnog. Haar moeder kijkt nauwelijks, niet of nauwelijks, naar wielerwedstrijden. Want dat vindt ze te gevaarlijk, te eng om te zien. En kan me er iets bij voorstellen als moeder. Dus was wel een hele grappige anekdote. En ze vertelt ook waarom er muzieknoten op haar Olympische fiets waren gespoten. Dus ze kreeg een hele mooie speciale Olympische fiets. En er zat ook een grappig verhaaltje achter. En ik zou zeggen tegen iedereen van ga vooral even luisteren. Want het is echt een hele goedlachse, spontane meid. En het is echt een van de coming ladies in het internationale vrouwenwielerpeloton, kan ik wel zeggen. Het is echt een renster met superveel potentie. Ja, het is een hele goede tijdrijdster, maar ze ontwikkelt zich ook op andere fronten heel snel. Ja, ze ontwikkelt zich nu ook dit jaar heel snel, ook in de wegwedstrijden. En dat is wel bijzonder hoor, want ze is zo laat pas echt begonnen met het professionele wielrennen. En dan is het extra moeilijk om in zo'n peloton te manoeuvreren. En de tactiek, de techniek, wat allemaal erbij komt kijken. Het is niet alleen hard fietsen. Dus daar heeft ze dan volgend jaar de beste leermeesters voor gekozen. Met een Danny Stam en een Chantal van den Broek-Blaak en Anne van der Breggen. Die volgend jaar haar ploegleiders zullen worden. En die gaan haar nog meer fijne kneepjes van het vak leren. En ik weet zeker dat ze ook op de wegwedstrijden dan nog beter uit de verf gaat komen. Maar ze leert heel snel. Ze is ook dokter. Ze speelt viool, dat gaan jullie dan ook nog wel horen in de podcast. En wat ook wel bijzonder is, dat ze eigenlijk alles wat ze vroeger deed, maakte niet uit wat. Dus zwemmen of fietsen of lopen of noem het allemaal maar op. Ze heeft zo'n atletisch vermogen, zo'n talent van huis uit, van nature, dat ze eigenlijk overal meteen goed in was.
Ja, en toen op een gegeven moment dacht ze van, nou, ik ga toch maar eens ergens proberen heel goed in te worden. Nou, toen heeft ze dus met haar trainer een plannetje gemaakt. En ja, voor ze het wist was ze al Zwitsers kampioen. Dus het is een hele bijzondere vrouw, dat is het zeker. En leuk als ik haar nog een keer wat langer kan spreken, denk ik. Volgend jaar hoop ik dat nog een keer te doen. Maar je wordt er wel echt vrolijk van als je haar spreekt. Ze ziet overal wel een beetje de lol van in. Ze maakt overal, alles ziet ze eigenlijk wel positief in. En dat is wel een hele sterke eigenschap als topsporter. Als je dat hebt, dan is het lang vol te houden. Want ze is nog maar 29. Dus ik verwacht dat ik de komende jaren, helemaal straks in Parijs, waar het ook een parcours is op haar lijf geschreven voor de tijdrit. Dan kunnen we daar nog mooie dingen van haar verwachten. Vos pakt daar links even een bidonnetje aan. De Katapoelse weg zitten we volgens mij nu nog. Ja. En onveranderd aan kop. En ze hebben er ook een minuut afgereden nu. De vrouwen van SD Works. Even dat gevaar van Korevaar bezworen. En hier gaan ze weer dat fietspad op. Met achteraan Trixie Wark, de ervaren Duitse coureur. Daarvoor Campbell. En Harris. En aan kop zit nu Teuntje Beekhuis van Jumbo-Visma met Korevaar die nu gaat aflossen. En daar hebben we nog Nina Buisman, die nu in derde positie rijdt. De drie Nederlandse nu vooraan in de kopgroep van 6. Nog ruim een minuut, meer dan 40 kilometer. Ja, als het verschil zo snel terugloopt, gaan deze 6 het uiteindelijk niet redden tot aan de finish. Met 2 minuten hadden ze een aardige marge, maar als dat zo snel terugloopt naar 1 minuut, dat kan dus, hè, in dit rondje blijkt. Ja, dat kan dus. Het is, wat ik net al zei, het is een slopend rondje. Dus als je op kop rijdt, dan voel je het extra, relatief gezien. Dus ja, ik weet niet hoe ik het makkelijk uit kan leggen, maar ja, op zo'n rondje als dit, dan zit je in het peloton. Op de lastigere stukken kun je vrij makkelijk, relatief makkelijk meerijden. Maar als je in de wind zit op die lastige stukken, dan hakt het er extra hard in. Dus ja, ik denk dat nu ook wel gebeurt in het peloton. Daar zijn ze ook gewoon tempo aan het rijden. En daar hebben ze wat meer slagkracht. En echt ook nog wel een aantal hele sterke kanonnen nu op kop rijden. Dus ja, als die dan gewoon een goed tempo gaan rijden, dan gaat het dus gewoon hard met de voorsprong. Ja, dat zie je dat ze nu al van dat fietspaadje af zijn waar we net de koplopers nog zagen. De koplopers die nu de Apeldoornse weg afdalen. De wind is overigens geen factor vandaag bijna. Want de Siependaalse weg die is echt goed beschut. En daar hebben ze hem tegen. Maar dat zal je niet heel erg voelen met al die bomen. En de stukken die wat meer open zijn, daar hebben ze hem in de rug. Ja. Dus dat is wel prettig. Maar er is een andere factor die het toch heel pittig maakt. En dat is die regen. Het is gewoon echt geen lekker fietsweer. Nee. Maar ja, als je eenmaal doorweekt bent, dan... Ja, daar zijn ze aan wel gewend van gisteren ook nog. Hier onderaan bij Sonsbeek Park. Rechtdoor ga je naar het station en naar het centrum. En ze draaien hier rechtsaf. Sonsbeekweg op en dan meteen weer rechts de Siependaalse weg. En dan zijn we weer bij de finish. En dan moeten we nog 5 rondjes. Met deze 6 koploopsters. Hier gaan we dat een keer meemaken vanaf de motorhoes door de finish rijden. Ja. Sonsbeek Park aan de rechterkant. Eigenlijk rijden we een beetje om de parken van Arnhem heen. Sonsbeek Park en Park Siependaal. Dat is eigenlijk het parcours. Ja. Ja, prachtige plekken om te recreëren hier. Maar ja, waar niet eigenlijk hier in de Veluwe. Nee, dat is wat dat betreft een paradijs. En Arnhem, dat Sonsbeek Park. Ja, nu is het weer niet ervoor. Maar normaal zou het bomvol zijn met mensen die lekker gaan genieten. Ook in de coronatijd was dat toch een heerlijke uitvalsbasis voor mensen in Arnhem. Ja. Mocht alleen niet te massaal. En dat is natuurlijk wel een paar keer gebeurd dat er echt feestjes waren. Dat was niet de bedoeling. Dat hebben we nog meegemaakt met de bekerfinale dit jaar die Vitesse speelde. Oh, dat ja. Er echt massaal gefeest werd en ook ingegrepen is. Dat het toch niet kon. Maar uiteindelijk was er niet zoveel reden tot feest meer toen Vitesse die wedstrijd verloor. Maar de Arnhemmers hebben afgelopen week toch weer een geweldige triomf geboekt door Anderlecht uit te schakelen. Maar goed, terug nu naar echte sport, oftewel wielrennen. Ja, zo, dat is nogal een uitspraak. Oh, dat zeg ik rustig. Zo, nou. Wielrenners hebben het veel zwaarder dan voetballers. Voetballen is maar 1,5 uur en je kunt van dat 1,5 uur... Ja. 1 uur en 25 minuten niks doen. Als je 5 minuten wel wat doet, kun je al heel veel geld verdienen. Ja, ik denk dat de gemiddelde Vitesse
speler meer verdient dan de gemiddelde wielrenster hier. Hier moeten ze er een stuk meer voor doen. Ja. Maar goed, dat is een andere onderwerp. Zijn er vrouwen in het peloton die tonnen verdienen? Want daar hebben we het over bij Vitesse-spelers. Het gaat echt wel voor minimaal een paar ton. Maar. Die zijn er misschien op één hand te tellen. Ja. Ja. En dan rijden ze hier nog niet eens allemaal in het peloton mee. Dus die kun je op één hand tellen, tonnen. Ja, nee, tonnen is echt heel veel. Dat gebeurt bijna niet eens in het vrouwenwielrennen. Nee, terwijl er ook echt vrouwen hier mee fietsen. Die bijna net zoveel uren trainen als de profmannen eigenlijk. Ja. He, dus het niveau ligt gewoon ook zo hoog. Als je bijvoorbeeld op Strava gaat kijken. Ik zelf was er helemaal niet fanatiek mee. Ik pakte dan kommetjes omdat ik gewoon ergens een blokje deed of toevallig daar hard reed. Maar er zijn renners en rensters die doen dat wel. En Strava is wel een mooie indicatie om af en toe te kijken hoe dan de mannen ten opzichte van de vrouwen bepaalde wegen, hè, hoe hard ze daar fietsen. Maar dan kom je nog voor verrassingen te staan als je daar gaat kijken. Dan zie je vaak... een Annemiek van Vleuten of een Ellen van Dijk behoorlijk hoog in de rankings van de mannen staan. En ook met bepaalde parcoursen waar mannen en vrouwen op dezelfde dag fietsen. Dan komen onze topvrouwen van Nederland altijd heel hoog uit. Heel hoog in de rankings. Dus ja, dat zegt wel genoeg. Dat is de laatste jaren zo verschrikkelijk omhoog gegaan. Als je ook de gemiddelde snelheden zag in de tijdrit afgelopen week. In de 17 kilometer lange tijdrit. Bijna 50, hè? Ja, dat ging 48, 49 per uur. Dus ja, dat rijden niet alle mannen, kan ik je vertellen. Ja, dus dat is gewoon een heel hoog niveau. Als je wil winnen op een NK of een EK of een WK, dan moet je echt met de beste elite renners van de mannen moet je mee kunnen rijden. Ik heb het zelf ook wel eens gehad dat ik in de voorjaarswedstrijden meereed. Bijvoorbeeld op het Lo, dat is een hele bekende in het noordoosten van het land. In Oldebroek of het Lo. En dan won ik daar een voorjaarswedstrijd van 100 mannen. En er waren gewoon echt elite renners. Dat kwam dan ook wel in de krant. Want dat gebeurde natuurlijk niet iedere week dat een vrouw won. Dat was behoorlijk uniek. Maar ik was wel heel erg goed in vorm dat voorjaar in de vrouwenkoersen. Maar dat niveau had ik dus nodig om bij die mannen dus voorin echt mee te doen. Voor zo'n winst in zo'n voorjaarswedstrijd, zo'n gemengde wedstrijd. Ja, en als je dat niet kon als vrouw in zo'n voorjaarswedstrijd, dan wist je eigenlijk ook wel dat je het bij de internationale vrouwenkoers niet echt voorin te zoeken had. Dus het waren altijd wel goede indicaties. Het is steeds professioneler geworden, het vrouwenwielrennen, op allerlei gebieden. Qua sponsoren, qua voeding, eigen kok mee naar de wedstrijden. Ik kan het zo gek niet noemen. Het is heel mooi om die ontwikkeling te zien. Hier onder ons met Lonneke Uneke en Amy Pieters. Ze hebben het nog gezellig. Ja. Groot verschil met gisteren is, gisteren zagen we alle renners onder de modder zitten. Dat was echt, de shirts werden onherkenbaar op een gegeven moment, de namen kon je niet meer lezen. Nu is dat niet zo, het is alleen maar nat. Dat heeft alles te maken met dat parcours. Er zijn brede asfaltwegen en daar ligt weinig troep op in vergelijking met die kleine landweggetjes waar natuurlijk alles vanaf de zijkant ook erop spoelt. Ja. En dat was ook wat steiler naar beneden hier en daar, dus daar komt er nog meer modder op. Dus ja. Dat is wel een verschil. Alleen maar doorweekt, niet bemodderd. Precies. De rensters die hoeven vandaag niet echt op te letten wat ze, als ze aan hun bidon gaan lurken, zeg maar. Want zoals gisteren, als overal modder zit, dan zit die modder vaak ook op de bidonnen. En dan moet je toch altijd wel een beetje opletten. Ik zelf deed dan altijd eerst even flink met die bidon spuiten. Voordat ik even aan mijn shirt afvegen, voordat ik een slok nam. Want ik heb het ook wel eens gehad dat ik dat dan niet deed. En dan... dan kreeg ik toch een zere maag de dag na de koers. En dan wist ik wel van, als alles dus onder de modder zat, fiets en lichaam en alles, dan wist je dat je waarschijnlijk iets binnen had gekregen van de straat wat niet helemaal lekker viel. Dus dat was gisteren wel zaak om daar bijvoorbeeld rekening mee te houden. Maar ook het zicht wat je dan hebt. Dus, vaak ook wel krijg je zere ogen na zo'n etappe als gisteren. Want dan zit die modder ook gaat in je ogen zitten. Dan heb je wel een bril op. Maar als die bril ook onder de modder zit, dan is het toch vaak prettiger om die dan helemaal af te doen. Maar ja, dan gaat het toch het nodige straatvuil in de ogen zitten. Dus dan voel je na zo'n etappe behoorlijk brak. Ook de dag erna nog. Nou ja, en dan staat er weer een regenetappe voor de boeg, zoals hier. Dus dat hakt er gewoon echt wel in. En...
Ja, nu zien we toch onder de minuut de voorsprong. Dus het was hier niet vol doorrijden nu. Nee, ze vinden het wel even best, denk ik nog, om die kopgroep weg te laten gaan. Maar dat zal dadelijk wel met nog 4 rondjes te gaan. Misschien dat er toch wel wat pogingen zullen komen om naar die koplopers toe te rijden. Want er zijn natuurlijk nog wel wat ploegen die een etappe willen winnen. Want ja, zeker. Er zijn ploegen natuurlijk die al succesvol zijn geweest. Bijvoorbeeld de ploeg van Reuser met die leiderstrijd 2 dagen en de etappezege van Marlijn Reuser zelf. We hebben de ploeg van Liv gezien met Alison Jackson die etappe heeft gewonnen. Vos heeft er natuurlijk 2 gewonnen. Dus dat is ook goed. En dan Unike voor SD Works. Maar ja, ploeg als Canyon heeft niet gewonnen nog. En hebben met Nieuwe Doma misschien iemand die hier wat kan. Ja. Hoewel het niet in haar voordeel is dat het laatste stuk vooral bergaf is. En de klim is niet super stijl, dus het zal lastig voor haar worden. Maar we hebben haar al eerder vandaag een paar pogingen zien wagen. Dus die zal zeker nog komen. Trackzegger Fredo heeft natuurlijk best goed gereden met Ellen van Dijk. Maar geen etappezegen. Misschien daarom nu Worak mee vooruit. En de linker Italiaanse ploeg, de Roze Dames, we zien ze daar. De Valkar ploeg, ja, die wonnen toen met Consonni op precies dezezelfde plek. Ja. In 2019 bij de laatste editie van de Ladies Tour. En Balsamo is ook snel en in vorm, want die staat 14 in het klassement. Die ging gisteren ook goed mee in de finale. Ja, ja, die ging verrassend goed mee hoor. Helemaal na het Europese kampioenschap de baan. Ja. Maar nog even over verrassend goed meegaan in de finale. We hebben ook een paar jonge Nederlandse rensters die heel goed meegingen gisteren. En ook aardig in het klassement staan. Want ja, het jongere klassement, dat wordt aangevoerd door Fiver Georgie. Die is waarschijnlijk niet meer in te halen. Maar tweede staat, en die staat ook 11 in het klassement, heel knap, Misha Bredewold. Dat is toch echt een verrassing, hè? Ja, dat is ook echt een van de revelaties van dit seizoen. Hele jonge meid. En ja, die gewoon echt een hele grote ontwikkeling doormaakt. Dus gisteren heel knap hoor, hoe ze erbij zat. Ineens zagen we er opduiken. Hè. Ze was wel even niet bij het eerste groepje, maar ze kwam terug en daarna is ze nooit meer weg geweest. Nee, precies. Dus het is zeker ook een van die grote talenten die we in Nederland achter de hand hebben als de grote kanonnen op korte termijn stoppen. Dus dat is heel mooi om te zien hoor, dat Park Hotel Valkenburg, die op het gebied van talentontwikkeling zijn ze goed bezig. En ook een paar wat oudere rensters bij de ploeg. Nina Buisman die geen belofte categorie meer is, maar vandaag dus in de kopgroep rijdt. En de jonge rensters die zich ook daaraan weer kunnen optrekken. Dus ja, het is mooi dat ze zich zo laten zien. En ook een goede week geweest voor Misha Bredewold richting de Europese kampioenschappen. Voor de belofte waar ze volgende week naartoe gaat. Dus dat belooft nog wat. Amber van der Huls zat ook 15e. Die heeft ook heel goed gereden gisteren. Ja, zeker. Dat is ook weer een ander talent. Zowel op de weg als op de baan. Die we in Nederland hebben. En ook een goede ontwikkeling doormaakt. Flinke tegenslag heeft gehad met de verschillende blessures. En daar toch gewoon weer sterk van terugkomt. Dus dat zit dan met de motivatie ook wel goed. Ja, dan hebben we nog iemand die heel verrassend reed gisteren. Uit de Lotto-ploeg. De Nederlandse Silke Smulders. Ja. Staat 12e nu in het klassement. Ja. Dat is ook heel verrassend. Ja, Silke die ook een mooi programma mag rijden. Bij. Pas 20 jaar, hè? Ja. Ja, die opgepikt is inderdaad in België door Lotto en daar een mooi programma rijdt en daar de nodige ervaring op kan doen. En ook gewoon laat zien dat ze op het EK thuis wordt volgende week. Dus we gaan gewoon weer met een hele sterke ploeg richting Trentino. En niet alleen bij de elite vrouwen staan we er goed voor, maar ook gewoon bij de belofte. Dus dat is natuurlijk enorm belangrijk dat er weer het nodige talent klaar staat. Dus even een lastig bochtje naar links, maar dan vervolgens weer een mooie brede, mooie weg. En hier zien we Trixie Worak dus in 1 laatste positie rijden, die met 1 nier rondrijdt. We hadden het al een keer eerder gezegd, deze hongerleden Tour. Ja, heel hard was gevallen en toen moesten verder met 1 nier. En dat heeft natuurlijk een tijdje geduurd voordat ze weer terug op niveau kwam. Heel jong, al heel goed was. Bij de wereldkampioenschappen ook al medailles behaalde op de weg en op de tijdrit. Zilveren medailles. En ook ik heb 4 Europese kampioenschappen ook met haar gereden.
Ik kan me herinneren in Bergamo 2002, toen stond ze op het podium. Uit mijn hoofd zat ik daar ergens bij de top 10. En Trixie, die dan een jaar of drie ouder is, die was een van de gevestigde namen. En ja, het is bijzonder om te zien hoe lang ze het nog volhoudt. Want ja, het is toch iedere keer weer opladen en hard blijven trainen. En helemaal als je dan lichamelijk toch je beperkingen hebt door zware valpartijen. Die gaan ook niet in de koude kleren zitten. En dan moet je toch maar weer het vertrouwen terugwinnen om weer in het peloton te gaan zitten. En ja, dat vind ik heel bewonderenswaardig aan haar. Taaie Duitse. Het verschil is weer boven de minuut. Terwijl we nu echt Arnhem in gaan dalen. Ja. Via de Apeldoornse weg. Komen ze zo uit. De koplopers zitten daar al. De Apeldoornse weg, ja. De weg waar Chantal Belman overigens woont. En Chantal Belman onder andere zilver behaald in 2000 op het wereldkampioenschap in Ploumet. Ook twee keer Olympische Spelen heeft gereden voor Nederland. Onder andere voor Leontien van Moorsel heeft gereden. Chantal, ook een oud ploeggenootje van mij geweest. En een hele sympathieke, supersterke renster en altijd ook bij de wereldkampioenschappen wel een vaste waarde was voor Nederland. Ja, en ze was ook nog even leuk om te vermelden, ze was van de week jarig. Ze was jarig, klopt. 42 werd ze uit mijn hoofd. En was er even langs gefietst en Chantal die van plan was om te gaan kijken vandaag. Maar nou ja, ze kan gewoon eventjes. Ze komen bij haar langs ongeveer. Hè? Ja, dus ze kan even kijken en dan kan ze weer lekker binnen zitten. En dan is ze met een paar minuten wandelen of misschien nog korter. Is ze weer, kan ze weer naar buiten om even langs het parcours te gaan kijken. Dus, het is niet druk wat toeschouwers, maar dat heeft alles te maken met die omstandigheden natuurlijk. Ja, hier bij de finish ook weinig mensen nu. Ja, misschien dat ze straks komen als de echte finish er is. Maar het is echt geen lekker weer om koers te kijken. Je moet paraplu hebben of regenkleding. Ja. De zes vrouwen gaan op vier rondes te gaan. Nog een keer over de streep en beginnen weer aan die klim. Hier bij het Watermuseum daar rechts. En dan gaat het vanaf hier langzaam maar zeker omhoog lopen. Nogmaals even de zes namen. Jeanne Kooijevaar dus. Nina Buisman en Teuntje Beekhuis. Dat zijn de drie Nederlandse. Dan is het de Tenille Campbell uit Trinidad en Tobago. Trixie Warwick de Duitse. En tot slot Ella Harris, de Nieuw-Zeelandse. Ja, ik zei net trouwens volgens mij 42, maar Chantal is al 45. Ze ziet eruit als 42, ja. Of nog jonger. Ja. Ja, ik bedenk het me nu te plekken. Gaan we klimmen. Het is toch weer aan het oplopen, Jan, de voorsprong. Ja, ze zijn nog niet echt. Kijk, SD Works heeft eventjes flink tempo gemaakt. En toen hebben ze er een minuut van afgereden, maar nu is even de SD Works van de kop af. Ja. Zien we hier nu de DSM-ploeg. Ja, die hebben ook een rare ronde natuurlijk. Want met Pfeiffer Georgie hebben ze wel de witte trui in handen. En die staat ook goed in het klassement zesde. Maar Lea Kiergman, de Canadese, rijdt geen lekkere ronde. Anders en Jastrup zaten wel mee toen voorin ook. Ja. Die hebben ook redelijk gereden, maar zijn inmiddels in het klassement ook weg. Ja, ze zijn natuurlijk gewoon de grootste troef die ze hadden. Want daar hadden ze etappes mee willen winnen. Lorena Wiebes kwijtgeraakt met die vreselijke valpartij. Ja. Nou viel Lorena natuurlijk afgelopen vrijdag in die etappe, waar ze een van de grootste kanshebbers was voor de dagzegen. Maar ja, gisteren zou ze er niet bij gezeten hebben. Zou ze niet bij gezeten hebben. En vandaag dan had ze denk ik wel erbij kunnen zitten. In die afdaling terugkomen dan, als ze eerst dan wat echte klimsen demareren, want dan heeft ze lang om terug te komen. En ja, dat kan zij wel, ze wordt ook steeds sterker. Ja, precies. Dus vandaag had wel ook een kans voor haar geweest, maar goed. Ja, dat is Emma Norsgaard. Dat geldt hetzelfde voor, hè? Ja, ook zonder dat zij is uitgevallen. En hier de klassementleidster. Ja, het zou een mooie opsteker zijn, hoor. In haar laatste CIMAC Ladies Tour. Als ze voor de tweede keer weet te winnen, dan heeft ze haar palmares toch wel weer nog weer een stuk verrijkt. Deze World Tour wedstrijd. En dan Parijs-Roubaix, wat ze dan twee keer mag rijden in een half jaar tijd. Met in oktober de uitgestelde versie van dit jaar. En dan begin volgend jaar nog haar laatste voorjaar in haar carrière. En dat ze daarna gaat stoppen, dat snap ik wel. Omdat het voorjaar gewoon echt verder weg haar specialiteit is. Daar ook echt haar grootste overwinning heeft behaald. Naast dan de wereldtitel. Maar altijd goed is in het voorjaar. Dus
zou wel gaaf zijn als ze dan deze wedstrijd voor de tweede keer weet te winnen. Ja, 2016 won zij ook. Ja, Ellen van Dijk die toen tweede werd en die nu dus nog derde staat. Ook altijd wel goed voor een kort eindklassement. Natuurlijk Ellen van Dijk ook al een keer gewonnen. Deze mooie etappekoers. Dus. Ja, dat was in 2014. Ja. We hebben Van Vleuten twee keer gehad in 2017 en 18. En vorig jaar dus Christine Margerue, maar die is door die valpartij ook al uit koers. Ja. De Luxemburgse. Hier Lisa Klein nog. Ja, niet zo heel veel van gezien. Die stond na de tijdrit nog aardig goed, maar die is gisteren ook op flinke achterstand binnengekomen. Ja. Dus die is helemaal weg uit het klassement. Ja. Rijdt nu puur in dienst van anderen. Meer dan 5 minuten achterstand al. Maar zij zullen toch Nieuwe Doma nog een keer proberen uit te spelen. En hebben nu voorin trouwens wel Ella Harris zitten. Ja, precies. Er zit Buisman daar aan de rechterkant. Kijk, die pakt nog even wat puntjes mee. Maar ja, het is, er komt niet meer een aanmerking. Het is verder niet meer belangrijk, want het is al beslist. Anouska Koster wint bergklassement. Misschien is het gewoon een aanval om eens even te kijken of ze weg kan komen. Ik denk het. Daar lijkt het meer op, want het heeft volgens mij niks met punten te maken. Want die zijn volgens mij niet eens deze ronde. Nee. Maar de rest komt wel weer terug. Harris, nou. Kijk, ze gaat Buisman gaat nog een keer en dan moet Harris passen. En 29 kilometer te gaan. Ja, nou. Wacht. Nee, er is iets. Ah, kijk, ze gaat van fiets wisselen. Gele Kneteman Donker die daar van weinig Gele Kneteman die daar als verzorgster. De moeder van Roxane. Ja, de moeder van Rox, ja. Dus die geeft haar een nieuwe fiets. Ja, het was al een beetje een gekke actie op zich, maar dat was dus vanwege een fiets. Ja. Apart, zie je niet vaak. Nee, een fietswissel op deze manier. Ik heb wel eens een tijdrit gezien hè, dat er dan een laatste stuk klimmen was dat ze van fiets gingen wisselen op het WK in Bergen. Deden een aantal renners dat nog, kan ik me herinneren. Het zag er heel gek uit. Ja. Ja, dat deden ze dan voor een superstijlende slot. Ja, maar inderdaad. Nu, om dat hier te doen, ja, dan was het misschien gewoon met die fiets aan de hand. Dan hebben ze zo afgesproken. Ja, dat kan ook natuurlijk goed op zo'n rondje. Nou, het kan zeker, maar je ziet het niet vaak. De auto die. Dit was natuurlijk een veel snellere manier om te doen dan met de auto. Bovendien, de auto die zit ook niet achter de kopgroep. Hè? Nee. Het was net natuurlijk onder de minuut. En de auto's die waarschijnlijk gewoon achter het peloton rijden. Kijk, hier zien we weer Femke Marcus die een bidon aanpakt van Gray. En ja, als dan de auto niet achter de kopgroep zit. Ja, en je hebt ergens aan je fiets heb je iets wat niet helemaal loopt. Dan, dan is dit natuurlijk de manier om dat te verhelpen. Dus dat hebben ze goed opgelost. Wat is de link van Gray met deze ploeg? Doet ze echt wat voor die ploeg? Of, Ja, Gray is dus de verzorger. Dus okay. die masseert de rensters. Ze gaat overigens ook wel eens ook met mannenploegen mee. Maar al heel veel jaren, ook zelfs nog dat ik fietste, was ze onze verzorger. Dus massage, bidonnen klaarmaken. Nou ja, bidonnen aangeven tijdens de wedstrijd. Dus het is, en ook een fiets aangeven blijkbaar nu. Het dus. Manetje van alles eigenlijk, Gray. En op deze manier kon ze ook natuurlijk altijd de koersen van dochter Roxane nog blijven volgen. Ze bleef ook in het wielrennen betrokken. Hè, want Gray Kneteman zelf ook een wielrenster geweest vroeger. Dus ja, dan als je al je hele leven, hè, en dan natuurlijk met Gerry. Ze heeft natuurlijk 3 kinderen opgevoed ook, terwijl Gerry Kneteman vaak onderweg was. Maar altijd in het wielrennen betrokken gebleven. Ook lid is van Club 48. En volgende week ga ik Gray ook ontmoeten. Volgend weekend in Limburg. Waar we dan met Club 48 zullen deelnemen aan het wielertocht van Eroica. Voor mensen die niet weten wat Club 48 is, mag je even uitleggen? Ja, dat is een club die al heel veel jaren geleden is opgericht voor hoe moet ik het zeggen, tussen aanhalingstekens wielercorifeeën. Dus mensen die op de een of andere manier iets hebben betekend voor de wielersport. Dat is dan op uitnodiging dat je daarbij mag komen. En ik ben toen uit mijn hoofd samen met Karsten Kroon en Stef Clement en Maarten Tjallingi ben ik een aantal jaren terug toegevoegd nadat ik gestopt was met mijn wielercarrière. En, ja, dan kun je door het jaar heen aan bepaalde evenementen meedoen op uitnodiging van de club. Een aantal grote sponsoren zijn er aan de club verbonden die dat dan bekostigen. En op die manier mogen we ook op uitnodiging van Landal Valkenburg mogen we daar verblijven het hele weekend. Dus Joop Zoetemelk is ook lid van de club en die zal er ook aanwezig zijn. En zo zijn er nog een aantal
Ja, Herman Snoeijink. En is het nog steeds zo, het was in het verleden ook zo, dat zij ook de renner van het jaar bepalen. Ja, en dat doen ze nog steeds. Dat is nog steeds, gaat dat vanuit de club achter. Ja. Vaak veel discussie over, kan ik me herinneren. Ja, dat klopt. Ja. Maar dat had ook te maken met appels en peren vergelijken. Iemand die in het mountainbiken of in het veldrijden iets had gepresteerd, die werden het meestal niet. Het werden vaak toch wegrenners. Nee, uiteindelijk zijn alle verkiezingen die worden gehouden altijd lastig. En dat zorgt altijd weer voor discussie. De vraag is of je dat misschien ook wel moet doen. Appels met peren vergelijken. Het is eigenlijk misschien beter om het niet te doen. Maar ja, goed, die verkiezing wordt inderdaad al sinds jaar en dag georganiseerd. Onder andere dus door Club 48. En daarom dat ik Gree dus volgend weekend ook tegen ga komen met dat evenement bij Eroica. En vorig jaar, of twee jaar terug moet ik zeggen, fietsen ze ook mee. Dus leuk dat ze nog zo betrokken is bij het wielrennen. Want na de dood van Gerry heeft natuurlijk een hele grote impact gehad op haar en de kinderen. Roxane ook. Dus dat is de rol van Gree eigenlijk bij Park Hotel Valkenburg. Nou, we weten nu waar ze staat. Kijken of ze dadelijk weer staat. Ja. Aan de top van de Zinpendaalse weg staat. Ze zijn inmiddels weer langzaam maar zeker naar beneden aan het rijden. Dit is nog een beetje op en af. Zo, achter Rijnstaten zitten we nu weer. De Kattenpoelse weg. En dan uiteindelijk gaan we terug Arnhem indalen. Nog, wat is het? Kleine 3,5 ronde. Ja. En het is niet echt een spectaculaire koers. Daar moeten we eerlijk in zijn. Gisteren was het eigenlijk constant actie. Ja. En nu, die groep van 6 is weg. En die hebben hun voorsprong. En het peloton, daar vindt iedereen het nog steeds best. Maar het zal waarschijnlijk in de slotronde pas echt losgaan. Ook die laatste beklimming van de Zinpendaalse weg zullen bepaalde rensters proberen weg te komen om voor de etappezegen te gaan. En misschien dat ook Van Dijk en Roy zich toch nog iets gaan proberen richting de leiderstrui van Chantal Blaak. Maar ze zullen van hele goede huizen moeten komen om Blaak los te rijden. Want ja, om het even heel flauw te zeggen, Blaak blaakt al de hele week van topvorm. Dat is een hele mooie, dat klopt. Die is echt een hele goede topvorm, ook richting de kampioenschappen. Waar ze nog één keer gaat proberen te schitteren op de EK en WK. En ja, die rijden natuurlijk zomaar niet uit de trui. En ook niet met die sterke meiden die nu hier van voren de koers controleren. 42 seconden nu, dus ja, dat hebben ze gewoon perfect onder controle. En ik denk eigenlijk dat ze het ook wel prima vinden dat deze 6 nu voorop rijden. Ja, dus hebben ze zo terug, dat hebben ze net al gezien, dat ze er een minuut van af kunnen rijden in die klim. Ja, dus vooralsnog SD Works die gewoon de koers heel goed onder controle heeft. En kijk, Malin Reuser, ze is beren sterk. Ik sluit niet uit dat ze het nog ergens gaat proberen in de finale. Maar wat zij ook al aangaf in het gesprek gisteren met mij, dat ze ook al super blij zou zijn als ze het eindpodium weet te behouden. Hè, haar tweede plek weet te behouden. Dat is natuurlijk voor haar ook al een gigantische opsteker in zo'n World Tour wedstrijd. Dan Ellen van Dijk, die zou ook natuurlijk haar derde plek niet zomaar opgeven. En ik denk dat die er ook wel tevreden mee zal zijn als als ze op de derde plek weten blijven te staan. Dus wat dat betreft, Trek, het ploeggenootje van Ellen van Dijk hier op de rug, Trixie Worak, dat is natuurlijk wel goed dat ze die mee hebben. Dus dat ze hier ook de honneurs waarneemt. Maar verder zie ik vooralsnog weinig gebeuren in het algemeen klassement. Nou, de dreiging komt eventueel van Demi Vollering. Maar hebben al de winnares, dus die zal ook niet daar zo mee bezig zijn. Degene die het meest fanatiek daarin oogt is toch wel Georgie, Georgie. Die op 1.23 staat, maar dus al meer dan niet op Reuser. Dat zie ik niet gebeuren, dat ze dat nog gaat inlopen. Of bijna 50 seconden op Ellen van Dijk. Dus normaal gesproken staat die top 3 wel vast. Ja. Maar de verschillen zijn zo klein dat als Blaak toevallig toch een mindere dag heeft, dat Reuser het echt nog zou kunnen proberen met 20 seconden. Hè. Nog bonificatie aan de finish. Halen 10 seconden voor de winnares. Dus precies, het is altijd proberen waard. Ja. En ook Marianne Vos staat natuurlijk nog vijfde op 1.04. Die zou ook nog wat kunnen. Maar Vos heeft al twee etappes gewonnen. Ik denk dat Vos het interessanter vindt om vandaag nog een etappe te winnen dan om nog richting het podium te gaan. Ja, dat denk ik ook. En waarom niet? Het is ook echt wel weer gemaakt voor Vos vandaag. Hè? Ik bedoel, zeker. Laatste klimmetje flink schiften. Het kaf van het koren. En dan met een paar klimsters naar de finish gaan en dan in een sprint winnen. Het zou een scenario zijn dat Vos zeker nog een keer kan waarmaken. Zeker. Ja, ze kan ook gewoon heel goed in de regen uit de voeten. Dus dat is allemaal in haar voordeel. Zijn we op de Apeldoornse weg. Rechts Sonsbeek Park. Een paar van die ingangen voor een mooie park. En hier gaat de weg dus naar beneden. Maar omdat het zo nat is, gaan ze niet vol. En je moet hier ook weer die bocht in voor de Sonsbeekse weg. Dus anders kun je nog wel wat harder. Ja.
En dit is pas echt een stuk om even flink gas te geven. Richting de finish. Ja, ja, hier gaat het behoorlijk naar beneden. Maar het zijn wel barre omstandigheden. Je ziet de regen ook echt neerkletteren. Ja. Wordt alleen maar erger. Kijk, die plas ook op de weg. Dat is nog wel een beetje verraderlijk. Ja, nou, ja, eigenlijk... En zebrapaden en zo, die worden ook gevaarlijk. Ja, precies dat. Ja, 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 de zebrapaden en de witte strepen, daar moet je wel voor opletten. Maar aan de ene kant is het prettig dat het nu heel nat is. Ja, dat klinkt een beetje gek, maar op de weg kun je het beter nat hebben. Dan heb je meer grip dan met die dunne bandjes waar ze op rijden dan als het net als het niet regent en als het opdrogen is. Dan krijg je juist dat je snel kan gaan schuiven. Dan heb je minder grip op de weg dan met dat laagje regen eigenlijk. Dus ik voelde me altijd een stuk veiliger ook als het veel regende. Dat vond ik ook prettiger dan dat opdrogende natte wegdek. Dan was ik totaal niet comfortabel. En dan, omdat ik ook wist dat andere rensters dan dachten dat ze harder door de bocht konden dan dat het eigenlijk kon. En dan was ik eigenlijk meer bang dat anderen dan voor me gingen vallen en mij dan mee zouden nemen. Omdat sommige rensters dat dan niet altijd zo goed in konden schatten. Die namen dan te veel risico. En nu, dat als het heel nat is, dan weten rensters in ieder geval dat het nat is, dat je überhaupt wel moet opletten. Maar niet dusdanig dat je snel onderuit schuift. Dus het is misschien een beetje een technisch verhaal, maar het heeft allemaal te maken met het contact tussen die smalle bandjes en de weg. En dan op de een of andere manier zorgt die vele regen dus voor meer contact. Ja, alleen opletten voor de witte lijnen. Ja, precies. Dat zie je nu allemaal even overschrijden. Precies. Maar goed, als je er maar goed rechtdoor overheen gaat, kan er ook niet veel gebeuren. Nee. En altijd druk houden op het achterwiel. Dus altijd door blijven trappen eigenlijk. En niet je benen stil houden. Want dan, dat is link. Als je een zebrapad je benen stil houdt, dan ga je juist glibberen. Ja, en het is prettig nu voor deze kopgroep. Hè. Die hebben al het overzicht. Ik zelf in de peloton, dan vond ik het ook nooit prettig met regen. En dan was ik te veel ook met de omgeving bezig. En om te kijken hoe de rest dan... Dat ze niet om me heen gingen vallen of zo. Maar al was ik in de kopgroep of in mijn eentje dan... En je kan zelf je lijnen uitkiezen. Dat rijdt een stuk prettiger. En dan durfde ik zelf ook al zijn 10 keer harder door een bocht te rijden. Kijk, en hier zien we een aanval van de Renze van Adi Cipollini. En zijn nog maar met z'n drieën. En... Ik moet zeggen BTC Ljubljana natuurlijk. Ja, Ale BTC Ljubljana. Ja, er staat nog steeds in hun Twitter-account heet ze nog Cipollini. Oké, okay. Ja. Maar dit is Bastianelli of Tomassi. Ja, Tomassi. Tomassi, want Bastianelli is het niet. Dus dan moet het Tomassi zijn die gisteren constant achter in die groep reed en maar niet naar voren kwam om te helpen. Ik vind het bijzonder het dat... Heel even heeft ze nou misschien 500 meter op kop gereden mee met Bastianelli. Ja. Dat was het. Maar goed, waarom gaat zij dit doen? Goeie vraag. Hebben ze nou het idee dat ze Blaak dan kapot kunnen rijden? Dat gaat echt niet lukken. En voorin ook actie nu. Ja. We krijgen eindelijk wat meer beweging. Want ze weten ook dat de groep erachter eraan komt. En er zijn er nu een paar los, zo te zien. Nee, nog niet. Nee, ze zitten er nog allemaal achter. Kijk, daar gaat Buisman weer. Ja. Met Teuntje Beekhuis die meeschuift met Nina. Teuntje Beekhuis die ook in hetzelfde team als Nina, waar Nina nu voor rijdt, Park Hotel Valkenburg, ook haar opleiding heeft gehad. Begonnen is, opgepikt is door Park Hotel Valkenburg en in 2018. Ja, ze woont ook in Valkenburg nu volgens mij. En hier wordt Campbell al ingelopen. Ja. Die heeft het gehad, heeft daar werk gedaan. Van die ploeg is ook niet veel over, want er is nog één ploeggenoot, Janneke Etsing. Ja. Dus het was ook goed voor hun om dit dan maar te doen. Want je bent met z'n tweeën, je kunt verder niks. Campbell heeft in beeld gereden. Precies. Heeft haar bijdrage geleverd. Maar nu is het gedaan voor de vrouw uit Trinidad en Tobago. Wordt zo ingelopen door het peloton. Een peloton waar de rust is weergekeerd. Vooraan was wel wat meer actie. Dus dat zou wel interessant zijn om dat weer even in beeld te krijgen. Ja. Want daar weten ze ook dat het peloton eraan komt. En wie nog wat wil, moet nu eigenlijk gewoon proberen weg te blijven. Anders word je ingelopen, net zoals deze Campbell, en dan houdt het verder op. Ja. Breed over de weg. Ja, er zit helemaal geen tempo in. Die 20 seconden, dat moet snel weer meer kunnen worden dan. Want vooraan waren ze wel echt aan het rijden. Ja, dus de voorsprong gaat vervolgens wel weer oplopen nu. Ja, we zien Blaak daar centraal. De gele trui. Reusser zit daar ook vooraan nu. Komt nu aan de rechterkant in de rode kampioenstrui van Zwitserland. Vollering ook. En hier de 5. Die zijn inmiddels boven.
Nina Buisman die nu gas aan het geven is. Kijk, die wil niet teruggepakt worden door het peloton. Dat is wel duidelijk. Heeft al eerder natuurlijk lange ontsnappen gedaan in de eerste etappe. Ja, en in toen, Hardenberg. Maar toen moest ze uiteindelijk passen bij Jackson en Grosstedt. En het was uiteindelijk Jackson die won. Buisman kon er net niet bij blijven. Maar vandaag ligt het er allemaal wat beter, het parcours. Ja. En is zij wel de meest ambitieuze van de kopgroep en krijgt ze voorlopig wat mij betreft de prijs van de strijdlust. Kijk, Ellen die weer even aan het checken was of ze lek had, zag je dat? Ja, dus daar word je gek van natuurlijk. Als dat zo vaak gebeurd is, dan word je wantrouwend. En dan gaat het vanzelf in je hoofd zitten als je zo vaak lek rijdt. Van Dijk gisteren echt meerdere keren lek gereden. We hebben het één keer in beeld gezien, ja. Maar het bleek echt vaker te zijn gebeurd. En uiteindelijk is het toch nog heel knap geëindigd, want ze leek niet meer erbij te kunnen zitten, maar zat toch uiteindelijk daar waar ze moest zitten. Ja. En heeft haar derde plek in het klassement ook behouden. En die is redelijk safe nu. Ja. Monika Unik hier voor SD-Works die weer tempo maakt. Knap hoor, als een etappe gewonnen. Als 21-jarige renster. Ja, heeft een ijzersterke ladies tour gereden. Ja. Het klassement is een beetje weggevallen na gisteren. Maar ze reed een goede tijdrit. En ze reed vooral een hele goede etappe. Waarin ze uiteindelijk won, die etappe met die valpartij. Maar goed, ze zat daar waar ze moest zitten en daardoor is ze niet gevallen. Nee, gisteren gigantisch goed, ook in dienst gereden van Chantal van der Broek-Blaak. Ja, nu overleggen ze even met elkaar. Wat gaan we doen? Gaan we die 5 terugpakken of laten we het nog even zo? En ik denk dat de conclusie kijk, is dat kijk, daar een aanval van Janneke Ensing. Ik dacht me net... Ze zijn met z'n tweeën en we hebben Campbell gehad en nu gaat Ensing. Ja, nou mooi dat ze toch met z'n tweeën het er niet bij laten zitten. En gewoon de aanval zoeken. Kijk, Janneke die haar allerlaatste Holland Ladies Tour rijdt. En ja, haar laatste wedstrijden van het seizoen. Kijk, en... Janneke is 34, hè? Ja. Is dat niet nog een beetje jong om te stoppen? Nou ja, ik was 33. Ja, maar jij had wel natuurlijk ook wel fysieke problemen. Ja, klopt. Ik denk dat het op zich wel een mooie leeftijd is om te stoppen. Ik weet niet wat ze verder nog voor... Laat Annemiek van Vleuten het niet horen. Dan is ze al... 6 jaar te lang aan het doorgaan bijna. Nee, ja, maar Annemiek is natuurlijk ook wat een laadbloeier. Niet op super late leeftijd begonnen zozeer, maar wel een laadbloeier. Dus echt ook... Ze is ook echt laat begonnen, hè? Ja, rond haar 18e volgens mij. Ja, nog niet echt zoals. Of rond haar 20e. Eerst voetballen en door de kruisbandblessure is ze toen gaan fietsen. En toen bleek ze dat zo goed te kunnen dat ze een keer aan een studentenkampioenschap meedeed. Ja, klopt, ja. BK studenten ook nog. Het is echt pas vanaf 2008 volgens mij dat ze in het peloton rijdt. Dus, volgens mij zag ik haar wel eerder, in 2006 ongeveer. Maar goed, ze was in ieder geval natuurlijk een laadbloeier. Ook steeds beter aan het worden. Maar ja, wat is nou een goede leeftijd om te stoppen? Ik denk dat dat ook per persoon verschillend is. Kijk, een Annemiek die is nu zo goed. Dus dan, wordt Buisman ingelopen. Oh, wat gebeurt er met Nina? Iets aan de fiets misschien weer? Toch, had ze die fiets niet moeten wisselen. Maar we zien het niet, want Ensing die knalt er langs. Toch pech misschien? Kan ook, ja. We zagen het niet goed in beeld. Dat zou wel heel zuur zijn als dat niet zo even, is. Want Buisman was de meest actieve in de kopgroep. Ja. Dus echt niet, omdat ze niet meer kon. Want dit is ook geen zwaar stuk van het parcours. Dus ongetwijfeld materiaalpech. We gaan het terugzien. Wat denk ik. Als ze schudt met haar hoofd. Ja, misschien is het toch iets met haar fiets hoor. Dat kan, ik kan me niet voorstellen. Ze reed zo goed, dan kan het toch niet zijn dat ze nu ineens... Maar Ensing gaat op zoek naar de overgebleven 4 vrouwen op kop. Dat zijn dan de Duitse Worrack, de Nieuw-Zeelandse Harris en Beekhuis zit daar nog. Maar ja, wat is een goede leeftijd om te stoppen? Kijk, ik vind het super knap dat Annemiek nu nog steeds op zo'n hoog niveau fietst. Je voelt je... Even, dit klopt niet. Campbell is rechtaf. Nee. Ja. Beekhuis, Worrack, Harris... En Korevaar zijn het. Korevaar op kop. Maar terug naar Annemiek. Ja, je bent zo oud als dat je je voelt, hè? Ja, dat dus, benadrukt ze ook, ja. Ja, en Janneke heeft ook nog plannen om met haar studies wat te doen. Ze is gespecialiseerd op het gebied van voeding en diëtiek. Dus daar wil ze ook verder mee. En daar heeft ze ook zo haar ambities in. Dus ja, als je dan... dat soort ambities ook nog hebt in het leven, dan is het ook gewoon een keer mooi geweest. En ook wel een renster die niet houdt van het duwen, trekken, de valpartijen. Niet de renster die daar waar de specialiteit van is. Dus dan op een gegeven moment gaat het in het hoofd zitten. En ik ken Janneke, omdat het is mijn ploeggenote geweest. En dat was
eigenlijk een jaar of vijf geleden al, dat ze het echt moest hebben van wedstrijden waar ze de ei kwijt kon. En als ze af en toe in bepaalde wedstrijden met regen of met gevaarlijke omstandigheden of veel valpartijen, dan had ze het niet echt naar de zin. Dus op een gegeven moment gaat het een beetje opstapelen. Ja, dan komt er een moment dat het mooi is geweest. En dan ze heeft een hele mooie carrière achter de rug. De laatste jaren mooie dingen laten zien, de mooie ploegen gereden. Dus ze heeft gewoon op andere vlakken nog heel veel ambitie. En dat is natuurlijk ook wel mooi om te zien dat ze dan ook gewoon durft te stoppen. Want het is natuurlijk gewoon een ritme waar je in zit als wielrenster. Het eten, slapen, trainen, het gereguleerde leven wat je leidt. En als je dan stopt, dan is het natuurlijk toch even eng, spannend. En hoe gaat het dan in je leven en hoe pak je dat op? Dat is natuurlijk altijd voor iedereen een spannende periode, altijd gissen. Ja, en dan, ik vind het ook wel weer moedig dat ze dan nu stopt en voor andere dingen kiest. Dus ook lang het marathonschaatsen natuurlijk heeft gecombineerd met het wielrennen. En ook echt bij de top altijd meedeed in het marathonschaatsen. Dus ze heeft al wat kilometers op de ijsbaan en op de weg doorgemaakt. Hier Trixie Worrek die voor de bril schoon moest maken. Ja, dat hoort er ook wel bij, hè? Die regen. En het spat er nog zo op als je achter iemand rijdt. Dus ja. Dat is ook constant aan de orde. Wat vond jij fijner met deze omstandigheden? Wel of geen bril? Ja, het hing er dus een beetje vanaf. Zoals gisteren met al die modder. En als je dan iedere vijf minuten je glas moest schoonmaken, omdat anders de modder het zicht versperde, dan vond ik zonnebril zeker veel prettiger. Maar ja, zoals nu, gewoon met dat opspattende water. Maar als je bril evengoed nog een beetje toch doorkijkbaar blijft, zeg maar, dan zeker met bril. Dus het hangt ook een beetje vanaf, hè. Als het heel donker weer is. Soms dat dan, is het wel een beetje natuurlijk. Het is wel vrij donker, dus met dit weer dan koos ik voor een bril met blanke glazen. Dus dat zie je nu ook veel, hè? Je ziet niet met zo'n een beetje half-half. Terwijl we weer afdalen over de Apeldoornse weg, behoedzaam. Het gaat echt niet vol. We hebben toch nog weer 50 seconden bij elkaar gereden. Ja. Dan is de vraag waar Ensing zit. Die zit hier ergens tussen. Die was heel voortvarend onderweg, dus heeft al Campbell en Buisman ingehaald. Maar deze vier nog niet. Op kop dus Worrak. Daarachter Harris, Korevaar en Beekhuis. Dan gaan we de laatste twee rondes mee met deze kopgroep van vier. Ja. En hier het peloton, gecontroleerd door de Italiaanse Valkar-vrouwen, die misschien toch met Consonni en Balsamo wat van plan zijn. Consonni kent het hier. Ja. Heeft hier gewonnen in 2019 de laatste etappe. Dat was een hele andere etappe, want toen gingen we onder andere over de Polsbank. Over de Emma-pyramide. Hier naar Arnhem toe hadden we ook nog een rondje door Arnhem heen. Wat wel vergelijkbaar was met dit rondje. Maar het was een ander soort koers. Met ook nog een valpartij toen. Met onder andere Van Vleuten die onderuit ging. Maar zonder erg, gelukkig toen. Maar Consonni was vrij verrassend toch de winnares. Ja, dat was een mooie overwinning voor haar. Met een net zo mooi emotioneel interview na afloop. En ik vind ook wel weer. Kijk, Janneke die niet ver zit er niet ver meer achter. Ze gaat straks de aansluiting maken. Die komt er wel bij. Heel knap van Janneke. Ik denk dat ze in de klimmer zo al bij is. En misschien dat ze dan ook wel meteen doorgaat. En dan zal blijken wie van deze. Zo. Ja, Worrak houdt even opruiming. Was niet de bedoeling. Nee, dat denk ik nu ook is ze ook niet. Iets kwijt wat ze nog wilde hebben. Had misschien nog een gelletje willen hebben. Ja. Maar die handen zullen ook wel misschien een beetje verkleumd zijn. Dus het is niet aan te rekenen. En hier de Valkar-ploeg aan de leiding. In dienst van de twee sprinters daar. Dus dan moeten dit de andere twee zijn die nog in die ploeg zitten. Gasparini en Gigi. Heel echt verbeterd. Je ziet gaat er zo naartoe, hè? Ja, je ziet dat ze toch in die laatste ladies tour dat ze rijdt, dat ze zich nog goed wil laten zien en alles er nog even uit wil halen. Wat ik ook heel mooi vind is dat toch hier op de Veluwe in Arnhem, dat het toch weer een etappe is en een wedstrijd op het allerhoogste niveau. Waar we met de Ronde van Gelderland helaas, die hebben we niet meer op de kalender staan. Super jammer, want dat was echt een prachtige wedstrijd. Een van de favoriete wedstrijden voor velen. En dan gingen we ook over de Postbank en hierdoor ook door Arnhem heen. Ja, gingen we. Hier bij de omroepen kwamen we langs dan ook altijd. Ja, precies. Hier altijd. En dan ook via. Ja. Dus
dat is hartstikke jammer dat die koers niet meer op de kalender staat. Dan gaat Janneke Ensink nou door, joh. Ja, ze gaat door. Ze is niet voor niks in naartoe gereden. Dan wil ze nu ook... Ja, heeft geen zin om hierbij kijk, te blijven. Joh, dus dan is maar de vraag wie hier nog wat kan. Ik denk Korevaar. Die komt wel langzaam naar voren toe. Worak en Harris hebben het een beetje gehad. Beekhuis probeert het nog, maar... Nee, dat houdt het nu ook op. Dus Korevaar het moeten doen. Maar Ensink heeft een gaatje van een seconde of 4-5. Knap zeg. Ja, maar ik denk dat ze ook met die ambitie hier naartoe is gereden. Want ja, het moest wel een keer gebeuren. Ja, afgelopen week heeft ze het wel een aantal keren geprobeerd. Ja, ze loopt verder weg. Niet. Het is zo Harris die nu heeft overgenomen van Korevaar. Worak doet helemaal niks. En Beekhuis heeft het net geprobeerd, maar die voelde dat het er niet meer in zat. Toch natuurlijk pittig, maar ze loopt steeds verder weg. Ze raakt al uit beeld op deze Zieperdaalse weg. Eén de laatste keer dat we daar omhoog rijden. Vanuit het peloton zal er nu toch ook wel misschien wel eens een keer wat gebeuren. Zo Nieuwe Doma, als hij nog wat wil, moet ook komen. Ja. Maar voorlopig nog altijd een valkar. Ploeggenoten van Consonni die controleert. En dat is niet echt enorm tempo rijden wat ze hier doen. Nee. Ja, Janneke die dus de overige vier van de oorspronkelijke kopgroep gewoon achterlaat. En wat ik nu zojuist... heb doorgekregen is dat Nina Buisman, die we net hard voorbij zagen stomen door Janneke Ensink, die is gedisqualificeerd. Wat krijgen we nou? Ja, vanwege die fietswissel? Ja, vanwege een verkeerde fietswissel. Dus wat er precies verkeerd aan was, dat kunnen wij denk ik niet beoordelen of weten. Want ja, dan zullen we toch echt Nina zelf moeten vragen wat de jury haar heeft doorgegeven. Maar ja, ze... Ze was hartstikke sterk op dreef. En dat is natuurlijk wel super zuur. Omdat ik denk dat ze hier bij Ensink had gereden anders. Dat zij wel dat mee had gekund, ook. Zo sterk als ze was. Ja, ja, maar dat zullen we dus nooit weten. Nina pijnlijk. Die de koers flink kleur gaf. En ja, de gedisqualificeerd is. Dus nou weet ik niet of ze nog wel de wedstrijd uit mag rijden. De resterende 20 kilometer. Die ze toen nog voor de wielen had. Inmiddels natuurlijk nog een kleine 40 kilometer. Ja, dat heeft kilometer. Dan ook geen zin meer natuurlijk. Maar, toch niet meer de uitslag voorkomt. Nee, dus even een update tussendoor sneu. Van Nina. Ja. Dat was hier ongeveer die fietswissel. Net iets hiervoor. Ja, precies. Ensink ondertussen gaat hier de bocht om. En hopelijk kunnen we even naar achteren kijken hoe ver ze voor heeft. Kijk, en hier zien we Misha Bredebolt. Vanuit het peloton, die rijdt al zo goed en die gaat hier ook nog in de aanval. Gaat dan Smulders daar mee of is het een andere dame van ik die ploeg? Ik denk Smulders, ja. Ja. Dat zijn de nummers 11 en 12 van het klassement. Die willen richting top 10 wat proberen. Dat is natuurlijk voor dat soort jonge renners heel mooi om de top 10 van de Ladies Tour te halen. Zeker. En ja, dat moet je dan op deze manier maar zien te bewerkstelligen. Want als we gaan kijken wie er op de tiende plaats staat, dat is Bastianelli. En 9 is Korevaar die nog in de kopgroep zit. Jackson zit daar ook vlak voor. Dus dat zijn een beetje degenen met wie ze moeten strijden. Ja, sterk van de jonkies. Kijk, hier... Maar hier, dit is heel sterk van niet meer jonkie, 34 jaar, Janneke Ensink. Ja. Uitstekende aanval geplaatst. En eens kijken wat ze hier nu kan. Korevaar, is die nu in haar eentje in de achtervolging? Ja, zo lijkt het, hè. Beeld ja, die was wel slecht, het sterkste maar... net. Ja. En dan hier de aanval nog steeds van... Bredewold. Bredewold met Smulders en nog een ploeggenote van haar... Iemand van FTC zag ik. Zal dat die Duval zijn? Die reed gisteren heel sterk. Ja. Dat zou goed en dan kunnen, gaat nu Korevaar bij Ensink komen. Maar ik denk dat het voor Ensink niet verkeerd is. Want dan kunnen ze van elkaar gaan overnemen. En hier. Ja, Teuntje Beekhuis. Beekhuis gaat eraan samen met Worak. Die worden ingelopen door onder andere Bredewold en Smulders. En nu moeten denk ik ook de grote namen langzaam maar zeker naar voren komen als ze nog wat willen. Ja, het spel is nu wel echt flink op de wagen, Jan. Want nu rijden er overal rensters. Maar dit is het duo op kop. Een gelouterd duo. Korevaar samen met Ensink. Ja. Korevaar in de top 10 ook. Ze zal zeker niet met klassementsambities nog verder hier zitten. Ze wil denk ik gewoon de etappe nu proberen te winnen. Ze staat 9e. Ja. 2.30. Ja, die gaat puur voor een goede etappeuitslag. Ja. Kijk, hoor je het... De geluid van die schrijfremmen, dat die regel alleen maar meer klinkt. Wel goed hoor, als je nu met schrijfremmen rijdt. Want ja, dat was tot een aantal jaren geleden nog niet dat iedereen in het peloton met schrijfremmen reed. Dan had je te veel ongelijkheid. Dus en hier een groepje erachter dat nu ontstaat met nog de overblijfselen van de kopgroep. Trixie Worak die Worak laat het gaan, lijkt het. Beekhuis zit er nog wel bij.
en Harris. En die gaan toch terugkomen bij de twee. En dan is de vraag hoe ver zit het peloton. 18 seconden zegt de tijdwaarnemer. Dan zouden ze nu toch onderhand uit de bocht moeten zien komen. Daar is het beeld te onscherp voor om dat daadwerkelijk te kunnen constateren. Daar komt nog wel wat losse elementen. Worak en zo zitten daar. Het peloton zit erachter. Ja, nee, dat is inderdaad, dat klopt wel, zo 18, 19 seconden. Nog een hele open finale, Vera. Ja, zeker weten. Het kan nu nog echt alle kanten op. Ja, hier wordt Worak definitief gelost. Heeft het geprobeerd, maar het zat er toch niet in. Nee. En die wordt zo ingelopen door het peloton. Zit tussen het achtervolgende groepje en het peloton in. Ik weet niet waarom we nu bij haar blijven, want zij is niet zo'n hele belangrijke factor meer. Nou, ik zou liever kijken in het groepje ervoor. Ik denk dat ze in ieder geval de renster is met de meeste ladies toeren op haar naam. Dat zeker. Dat ze recordhoudster is wat betreft het aantal deelnames. Dat kunnen er echt wel een stuk of 18 zijn, zo uit mijn hoofd. Harris probeert nog aan te pikken. Samen met Beekhuis. En wie zit er daar dan nog meer? Dat is iemand die het nummer heeft verborgen. Ja, dat lijkt me op Duval, hè? Dit is Duval. Nee, die heeft het nummer niet verborgen. Nee, die erachter zit. En hier zitten nog Korevaar en Janneke Ensing natuurlijk. Smulders. En hier op kop? Bredewold. Dat is toch echt heel knap van die Micha Bredewold. 11 in het klassement, die wil dus nog wat. Ja. Veel Nederlands in deze groep. Ja, mooi om te zien hoor. Mooi ook. De kopgroep van dus op dit moment. Met 7. Waarvan 5 Nederlandse en 3 jonge talenten daarbij. En dan de ervaren Korevaar en Ensing. 25 seconden nu. Kattenpoelse weg hier. Kijk, en daar is het, ja, het peloton zien we daar al in beeld. We weten precies. Kijk, hier zien we de namen nog even. Harris, Korevaar, Ensing, Worak, Beekhuis. Smulders zit daar ook bij, naar mijn mening. Die krijgen we niet in beeld, maar die zit er wel degelijk bij. In tweede positie nu. En dus Bredewold werd ook niet genoemd volgens mij. Nee, ze zijn met z'n zevende, dus Bredewold is de zevende. En de een van de meest actieve hier. En hier weer wat status quo. Dat kan heel gunstig zijn voor die kopgroep. Want zover is het natuurlijk niet met nog 10 kilometer te gaan. Nog één keer die Zuidpendaalse weg. Tomassi hier op kop. Ja, die doet vandaag wel de werk. In tegenstelling tot gisteren. Gisteren alleen maar een beetje achterin gereden. Ja, heel bijzonder. En toen was het veel belangrijker. Want toen was haar ploeggenote Reuser nog klassementsleidster. Ja. Maar misschien doet ze het nu ook wel voor Bastianelli. Die natuurlijk ook wel een kansje heeft in de sprint. Ja. Kijk, een Volstar in de groene trui. Daar van voren. Ja, voor Vos. Swinkels, Van de Hulst, allemaal Van de Hulst en Vos. Behoedzaam door de bocht. Kijk die druppels weer op de lens. Dat is niet te vermijden. Er zijn natuurlijk alleen maar mensen aan de kant met paraplu's en met regenjacks. Het is een bar en boze dag. Het is een heerlijke dag om thuis binnen wielrennen te kijken. Ja. En dan is het goede nieuws. We hebben vanmiddag nog een koers. Hè? De Ronde van de Achterhoek voor mannen. Vanaf 4:15 hier ook op Omroep Gelderland. Maar nu even de focus nog op de laatste 10 kilometer van de Ladies Tour. Nou, ze gaan toch richting een halve minuut. En met nog minder dan 10 kilometer te gaan, maken ze toch echt wel een kans hoor. Jawel, maar er moet denk ik daar in die laatste klim van de Zuidpendaalse weg gaan er nog een paar proberen. En zullen degene die in de sprint de kans denken te hebben, Consonni, Bastianelli, Vos, toch ook ploeggenoten nog op kop zetten. Ja, voorlopig hebben heel veel ploegen gewoon een renster van voren mee. En, gaan die sterke ploeggenoten dus niet rijden. Dus ik ben wel benieuwd wat ze straks gaan doen. En dan krijgt Harris het moeilijk. Beekhuis probeert toch de aansluiting te maken. En we draaien hier de Apeldoornse weg weer op. Dus nu gaat het vooral naar beneden. Kunnen ze weer terugkomen. Ensing heeft het nu ook lastig. Die voelt toch de inspanning die ze heeft gedaan met Harris. Maar gaat toch nog even weer proberen terug te komen. Dat gaat wel lukken ook, denk ik. Ja, ze rijden hard door van voren. Ja, zeker. Dat is toch weer Bredewold met Smulders, denk ik. Die hebben ook klassementsplannen, want die willen de top 10 in. Mm-hmm. En met deze marge van een halve minuut is dat zo. Dus die rijden niet alleen om misschien in de etappe een goede uitslag neer te zetten, maar vooral voor het klassement. Ja. En een van de concurrenten is Korevaar, maar die zit er volgens mij nog bij. Dus die staat negende. Ja. En hier een van de dames van Valcar in dienst van Consonni. De winnares van 2 jaar geleden hier op hetzelfde parcours.
Maar toen niet in de stromende regen, want het is echt hard aan het regenen. Dus als de Belgen dat zeggen, het regent oude wijven nu, hè? Dat heb ik nog niet gehoord. Nou, dat is zo'n echte sportzaalopmerking. Oh. En die kan nu wel gezegd worden met deze omstandigheden. Ja. Ondertussen een aanval van een stuk of 5 dames. En er zijn er 2 dus die de rol hebben moeten lossen. Maar misschien op de Ziependaalsweg daar nog terug kunnen komen. Hier nog een keer de bocht, de Zonsbeekweg in. En dan draaien we naar rechts de Ziependaalsweg op. Wat werd er nou geschreeuwd? Ja, dat was volgens mij iemand van de staf van Bike Exchange. De ploeg van Janneke Ensing. Harris heeft het moeilijk. Die gaan we niet meer terugzien, denk ik, vooraan. En hier de 5 overgeblevenen met dus in ieder geval Bredewold en Smulders die het proberen voor het klassement. Beekhuis, die toch heel sterk is, overgebleven uit de oproep. Ja, heel sterk. Korenvaar zit er dan nog bij. Ja, Beekhuis die nog niet zo heel lang fietst ook. Hè. Dus, nee, maar die het wel heel goed doet. Ja, die doet het heel en dus die goed. Duval, hè, die is ook gevaarlijk, want die reed gisteren ook sterk, die Française. Ja. Moet in de gaten houden. Kijk, Bredewold en Smulders die willen tempo erop houden, want die zijn gebaat bij dat tijdverschil. Maar goed, ze hebben Korenvaar bij, ze zijn de nummer 9, dus die kunnen ze niet voorbij. Maar goed, ze kunnen wel de nummer 10 of de nummer 8 pakken. Kijk, en hier het peloton. Jackson staat 8e en 10e staat op dit moment Bastianelli. Dus als ze wegblijven, dan kunnen die 2 jonge talenten richting top 10 gaan denken. Maar hier wordt nu ook weer meer tempo gemaakt door de Valkar ploeggenoot nog steeds van Consonni. Vos zit ook nog altijd goed voorin in de groene trui. Ja, die gaat hoogstwaarschijnlijk de groene trui gewoon mee naar huis nemen. Dat kan eigenlijk niet mis. Of dan moet Vos helemaal geen punten halen en dan moet Blaak of Van Dijk winnen. Dat is eigenlijk de enige mogelijkheid. Ja. Maar goed, Blaak en Van Dijk hebben andere belangen. Die zijn voor het klassement bezig en hebben geen interesse meer in een etappenzege, denk ik per se. Ja, als het kan, wil iedereen een etappe winnen. Ja, Reuser weer naar voren daar. Ja, Vos die gewoon nu goed van voren klaar zit om dat als de kopgroep met Beekhuis haar ploeggenoten wordt teruggepakt om dan weer in de sprint toe te gaan slaan. Maar goed, zover is het nog niet. Nog 7,5 Track gaat kilometer. Nu toch wat doen hier. Track die nu tempo omhoog schroeft. Wie zou dit zijn? Hansen? Ja, want er moet wel Warwick is gezien en het was niet Van Dijk. Hier toch komt Ensing weer terug bij de kopgroep. Er zit het tempo dus niet enorm in. Want Ensing heeft al een enorme inspanning geleverd in die vorige ronde met die aanval. Ja. Dus komt nu toch weer terug. Dus hebben we nu van voren 5 Nederlandse vrouwen en 1 Française Duval. Ja, Harris die zal straks ingelopen worden. Ja, Harris is, dat zien we hier inderdaad in beeld, zal dadelijk gebeuren. Daar is het voor gedaan. Lang in de aanval gereden natuurlijk. Knappe koers gereden, maar het is toch op. Ja, Canyon heeft eigenlijk toch niet echt een lekkere ronde. Klein viel tegen. Nieuwe Doma gisteren wel heel goed. Ja, Klein die natuurlijk wel even goed nog een hele goede tijdrit had gereden. Ja, maar daarna viel ze weg, hè? Ja, ik denk dat ze deze week ook puur gebruikt als een hele goede trainingsweek. Want ja, als je Olympisch kampioen in de ploegenachtervolging wordt in een wereldrecord, 4-0-4 over 4 kilometer. Ja, dan komen er zoveel festiviteiten, zoveel dingen komen er op je af in zo'n week. Ja, en als je dan vervolgens meteen weer in een... In zo'n CIMAC Ladies Tour wordt gezet, dan kun je denk ik ook niet al te veel verwachten. Dus wat dat betreft gaan we van Klein nog wel het een en ander zien straks, nou, denk ik, op de EK en de WK tijdrijden. En sowieso op het WK op de baan in Roubaix eind dit jaar. Dus daar hebben we het laatst nog niet van gezien. En zo hebben allerlei rensters weer op verschillende vlakken hun eigen ambities in zo'n week. Ja, dus dat geldt dan ook voor Lisa Klein. Kijk hier. Duval is echt sterk, hè? Die was gisteren ook al goed, die Française. Ja. Harris, ja, dat hoeven we eigenlijk niet meer te zien, want die gaat zo ingelopen worden. We willen liever zien wie er in het peloton nu eventueel naar voren komt. Maar er gebeurt nog weinig in die laatste beklimming. Op deze manier kan die kopgroep wel eens wegblijven. Kijk, daar zien we dus ploeggenoten van Reuser op kop rijden, ja. Tomassi. Maar ja, nou, misschien, verder, misschien doet die niemand... Tomassi dat helemaal niet voor Reuser, maar voor Bastianelli. Ja, het sluit ik niet uit dat ze denken van we laten Bastianelli vandaag nog voor de etappenzege sprinten. Ja, of voor allebei. Maar ja, maar Reuser is niet in gevaar. Want Blaak, ja, die gaat ze toch niet meer inhalen. En Van Dijk valt niet aan. Dus nee. Reuser blijft wel tweede. Ik denk echt dat, ja, en dat is ook dat verhaal dat jij zegt, hè, van ze gaat natuurlijk weg bij die ploeg. Dat die Italiaanse dan gewoon
voor elkaar rijden. Want gisteren hebben ze natuurlijk veel te weinig voor haar gedaan eigenlijk relatief. Zeker die Thomas, die heeft helemaal niks gedaan. Nee, zou goed kunnen. 500 meter op kop gezeten, terwijl ze wel in het peloton zat. Ja. We zijn boven, dus het is qua klimmen gedaan. En dan hebben toch rensters als Nieuwedoma en zo hun kans nu definitief verkeken. Want nu gaan ze niet meer wegkomen, dat soort rensters. Kijk, en daar gaat denk ik Bredewold. Het is of deze donker. Vijf, maar als ik dat zo zie, is dat helemaal geen halve minuut. Want ik zie ze daarachter volgens mij al. Nee, dat is niet in de buurt van een halve minuut de tijd. Want nee, laat ons voor de zoveelste keer deze week in de steek. Want dat is wat ik daarachter zie. Nou, 15 seconden of zo. Dus dan gaan ze terugkomen. Maar Bredewold gaat inderdaad nog proberen. Ja, die heeft een sterke aanval hoor. Die... Ja, maar ze komt nog niet echt weg. Maar hier zijn ze ook al de bocht om. Nee, we gaan rechtstreeks naar een sprint toe. Al hebben we dat vaker gezegd en het is nog niet gebeurd deze week. Maar nee. nu lijkt het dan echt te gebeuren. Hier Hensen weer op kop. Ja. Trek. Ja, en dan moeten we letten op in de sprint... Ook Barnes. Nog uit die ploeg Diederiksen natuurlijk. Hè? Die zit er volgens mij ook nog gewoon bij. Ja, die zit er nog bij. Bij Trek. Zeker. Consoni is natuurlijk een kandidaat. Vos. Kijk, toch een breuk in die kopgroep hoor. Dit ziet er wel goed uit hoor, voor deze drie renners. Nee, maar het peloton zit er veel te kort op. Dat zijn geen 25 seconden. Ja, nog 4,9 kilometer. Dat gaat wel spannend worden hoor. Ze rijden goed door hier. Smulders in ieder geval. Ja. Smulders, Duval en Bredewold. Kijk, hier de Canyon ploeg. Met Hannah Barnes op kop nu. Maar wie hebben zij als sprinster? Toch niet iemand die renners van het niveau Bastianelli, Diederikse Vos kan verslaan. Consoni. Nee, ik zou zeggen van niet. Nee. Maar voorlopig deze drie nog. Smulders en Bredewold. En de derde is dan, even slecht te zien, Duval. Ja. Ja, Duval nu op kop, de Française. Afgelost nu door Bredewold. En Silke Smulders. 12e in het klassement, Bredewold 11e. Maar het peloton komt er nu heel hard aan. Kijk, Ensing is al gepakt. Nou, ze heeft zich goed laten zien in ieder geval. Kan ze zichzelf niet aanrekenen dat ze het niet geprobeerd heeft. Jammer dat het niet gelukt is. Het leek even kans van slagen te hebben toen ze alleen zat. Maar uiteindelijk werd ze toch vrij snel ook weer de Korevaart teruggepakt. Ja. Korevaart die nu overigens ook wordt ingelopen samen met de Beekhuis. We houden er drie over. Duval, de Française op kop, daarachter Bredewold. En dan van de Lotterploeg met de rode helm Smulders. En hier de twee, Korevaart en Beekhuis. Ja. Uitstekende etappe gereden allebei hoor. Want, ja, zeker. Beekhuis die echt nog niet zo lang in het profpeloton rondrijdt. Via Parkhotel, wat ik eerder al zei, begon eigenlijk. En nu al bij Team Lotto. 26 jaar al, maar ze heeft toch nog niet zoveel ervaring als bijvoorbeeld Korevaart, met wie ze net nog reed. Deze drie moeten nu proberen met een marge van zo'n 10 seconden. Maar ja, ze zitten er zo kort achter. Ze weten precies wat ze doen. Er gaat niet zo fout worden gemaakt als in de eerste etappe toen dus Jackson en Grostet uit de grip van het peloton bleven. Ja. Maar nu is het de vraag, op wie zou jij je geld zetten? Nou, ik denk dat ik dat met een kilometer beter kan vertellen. Want nee, nu is het nog... Nee, maar je weet wel dat hier blijft het zo'n beetje bij elkaar. Ja, nee, precies. Maar dan zal er waarschijnlijk weer een nieuwe aanval komen. Het wordt een sprint toch? Ja, ik sluit nog een hele late aanval niet uit. Wie is dat toen in staat om nog weg te kletsen daar bij Sonsbeek Park? Want daar hebben we het nu over. Hè? Daar moet het gebeuren. Het loopt de weg vooral naar beneden. Ja, het is wel een lastige vraag. Ik denk dat het een sprint wordt. En wie zijn dan degene die we in de gaten moeten houden? Vos, ja, Diederiksen, ik denk Marianne Vos. Consoni. Marianne Vos, Chiara Consoni. Ik denk dat de grootste... Rensen zijn... Terwijl de drie worden ingelopen nu. Ja, jammer. Jammer voor Smulders. En... Ja, heel jammer. De andere twee dus. Bredewold en Duval. En nu, met nog 3 kilometer te gaan, maken we ons op voor een sprint. De hele week hebben we geen sprint gehad. We hadden er 2 dagen zeker op gerekend. Toen gebeurde het niet. 1 keer door die valpartij en 1 keer doordat Jackson en Grostet wegbleven. Maar nu, juist in Arnhem, op het zwaarste rondje op papier, gaan we sprinten met... Vrij grote groep. Ja, Barnes die natuurlijk ook nog wel rap is. Maar goed, die heeft net ook het nodige kopwerk gedaan. Ja, dus, die zal, als ze dat nog kan, zal heel knap zijn. Maar goed, we zien toch de trackploeg. En dat zal voor Diederiksen zijn, die ook al voorin zit. Ja.
kijken, dan is het hier in één keer aanpoten. Ja, Borgström achteraan, maar het klassement is bepaald nu. Blaak gaat, als er geen pech meer tegenkomt, winnen. Ja, de tweede keer in haar carrière dat ze de Ladies Tour op haar naam gaat schrijven. Ja, Reuser wordt tweede, Van Dijk wordt derde. We kunnen ons nu focussen op nog één prijs die te vergeven valt. En dat is de etappezege hier in Arnhem met nog 2,4 kilometer te gaan. Ja. Voornamelijk in dalende lijn. Wie hier zit gaat het niet meer doen. Hier Van Dijk hard op kop. Van Dijk voor Diederiksen, ja. Dat is duidelijk wat de ambitie is van de trackploeg. Die hebben natuurlijk nog niks gewonnen. Gaan wel met Van Dijk op het podium eindigen. Maar als ze nog een etappe erbij winnen, dan is die ronde ook helemaal geslaagd voor die trackploeg. Ja, zeker weten. Maar goed, ik denk dat toch Marianne Vos de beste papieren gaat hebben hoor, om zo meteen de overwinning te pakken. Haar derde etappezege. En dan komt ze in de buurt van Ina Joke Teutenberg met 14 etappezegen. Ze zit op 13 dan, als ze zou winnen. Maar goed, we moeten het eerst nog even doen. Hier moeten er nog een paar flinke aanpoten om bij te blijven. Maar... ja, Femke Marcus hier op de rug. Het is niet meer echt belangrijk. Deze gaan toch niet winnen. We gaan zo de Apeldoornse weg naar beneden. En dan langs Sonsbeekpark draaien we weer de Zietmedaalse weg op. En dan is de finish 1,8 kilometer nog. Slecht te zien nu door de druppels op de lens. Maar het is nog steeds Ellen van Dijk met Diederiks in het wiel. Vos zit daar ook zo in de vijfde positie ongeveer. We rijden langs de aanplakformulieren van de Ladies Tour met Anna van der Breggen erop. Die helaas dus niet meedeed deze week. Nee. Maar wel en nog was. Nou, Harris moet er nog even af. Verdienstelijk gereden. De laatste kilometer. Het klopte maar weer eens niet. Want daar hangt het zogenaamde rode vod. Ja, het gaat nu echt spannend worden hoor. Die laatste meters. Ja, maar je kunt ook niet meer echt heel makkelijk naar voren komen. Met de pionnen is het allemaal smal. Ja, het gaat naar beneden. Hier. En er is hier iemand nu van Canyon die er probeert tussenuit te rijden. Wie zou dat zijn? Ja, dat is slecht te zien. Het is gewoon niet te zien. Het lijkt op Nivea Doma op kop, maar die zou niet voor de sprint gaan. Nou, dan doet ze het voor iemand anders. Maar ja, Barnes is weg, dus daar hoeft het niet voor te doen. Maar nu komen er anderen naar voren. Deze bocht gaat belangrijk worden, dat je daar goed doorkomt. Zonder te vallen ook graag. Het lijkt dat Diederiksen daar op kop rijdt. Het is al vroeg om nu al op kop te zitten. Het is nog zeker 500 meter nu. Diederiksen met Vos, dat gaat toch de strijd worden. Ja. Ja. De motor laat het nu gaan. We moeten wachten tot de vaste camera om meer te kunnen zeggen. En dat duurt nog even, dus het wordt spannend. Kijk, maar hier, Diederiksen en Vos, dat wordt de strijd. Vos. En Vos gaat haar derde etappe winnen. Ja, dat lijkt er wel op Marianne Vos. Knap hoor, haar 13e etappezege in deze CIMAC Ladies Tour. 3 van de 6 etappes gewonnen. Wat geweldig voor Marianne Vos. En ze schuift ook nog een plekje op in het klassement, denk ik. Ja, ze gaat door de bonificatie ook naar plek 4 toe. Dat zal minder belangrijk zijn, maar wat is dat geweldig. In de groene punten trui. Superknap. 3 van de 6 etappes winnen, de helft gewoon. Fantastisch gedaan. Met Koster pakken ze ook nog het bergklassement. Dus een zeer geslaagde ronde. Maar ook geslaagd is de ronde voor SD Works. Want ze hebben met Chantal Blaak, de eindwinnares, en met de Lonneke Unico ook nog een etappe gewonnen. Hele maar Vos sterke. Legde Diederiksen er toch wel heel makkelijk op. Hè? Ja, jij zei het al. Ja. Nou, het gebeurt ook. Hier zien we het nog een keer. Kijk, Diederiksen heeft hier al moeten passen. Wie sprint daar nog meer mee? Ja, Diederiksen die ook heel vroeg op kop kwam. Wie wordt de tweede nog? Ja, het lijkt op... Pieters wordt volgens mij derde. Even kijken. Hier nog met Reuser die haar tweede plek in het klassement veilig stelt. Ja. Hier is Reuser. Die zal heel tevreden zijn. Ja, die zal super blij zijn. Ja. Haar eerste World Tour. Moeder ook niet bang te zijn voor de beelden vandaag. En hier Marianne Vos met haar ploeggenotes. Ja. Met Swinkels. Romy Kasper hier. Ja, de Duitse. Geweldig. Moet er even uithijgen Vos. En ik denk dat onze verslaggever Mark Jansen zo snel mogelijk naar haar toe probeert te komen voor een interview. Kijk, het zijn leuke dingen die nog even gemeld worden. Die lezen ze er net af. Ja. 2000 hoge meters, 38 gemiddeld. Dit parcours. En daar is Mark Jansen, onze verslaggever, die met Marianne Vos gaat praten. Ja, Marianne Vos, en dat is nummer 3. Ja, ongelooflijk. Fantastische week. En, ja, met het team vandaag wilden we graag de koers in handen houden en goed controleren. En
We hadden Teuntje Beekhuis in de kopgroep, dat was perfect. Maar ja, toch in de finale leek het erop dat het dicht ging. En, nou ja, dan wilden we het ook nog graag proberen voor de massasprint. En, ja, ik denk een hele mooie week. Ja, jullie begonnen heel explosief, ook met Koster. Want die bergtrui was ook nog een doel, of niet? Ja, zeker. En ja, dat wilden we graag in de eerste sprint al proberen om die te pakken. En nou ja, dat lukte eigenlijk in de eerste sprint met de punten. Maar ja, dan natuurlijk moet je dan ook nog even proberen veilig te stellen. En ja, dat zijn Jackson en haar ploeg zijn ook sterk. Maar ja, dat was al een heel mooi eerste doel. En vervolgens wilden we nog voor de etappe zeker proberen te gaan. En ja, het is ontzettend gaaf dat het lukt. Ja, 2000 hoogtemeters hoorde ik je zojuist zeggen. Wat een dag. Ja, 2000 hoogtemeters in Nederland. Het was echt rondvliegen. En dan het weer speelde ook nog een behoorlijke rol alweer. Maar ja, ik denk een hele mooie koers. Ja, tot slot. Deze week was er weer publiek bij. Hoe speciaal is dat om weer echt in Nederland voor het publiek te kunnen koersen? Ja, dat is heel mooi. En ja, dat heb je natuurlijk de afgelopen jaar eigenlijk niet kunnen zien. En ja, zeker in Nederland eigenlijk niet. En zoals hier vandaag. Zelfs in de regen, als er dan nog zoveel mensen langs de kant staan, dat is heel mooi. Dankjewel, geniet ervan. En hier de winnares van de Ladies Tour. Chantal Blaak. Ik weet niet of Mark Jans ook nog bij haar kan komen voor een interview. Want hij was wel een stukje verderop, net Vos. Kijk, hier haar man, Lars van den Broek. Ja. Ze hadden beter in 2022 kunnen trouwen nadat ze gestopt was. Dat was voor mij voor ons makkelijker dit geweest. Dit is de hond, hè? Blijkbaar, van de familie. Ja. 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 Maar ik denk dat ze al richting podium moet gaan. Ik weet niet of onze verslaggever er nog bij kan komen, Mark Jansen. Want die zat bij Marianne Vos dus net. Maar daar wachten we wellicht nog eventjes op. In ieder geval kunnen we wel zeggen dat de eindrangschikking duidelijk is. 1 is dus inderdaad Chantal Blaak. Vooral op basis van heel regelmatig rijden. En gisteren zeer attent mee in die etappe in Limburg, waar ze derde werd. 2e is geworden Marleen Reuser, die de tijdrit won. En daarna ook gewoon zich goed gehandhaafd heeft. De derde plaats. Terwijl hier links Papa Vos in beeld. In het grijs. Heel nadrukkelijk in beeld. Ja, kijk, ja. Ja. Henk Vos. Er is geen wielerkoers voor vrouwen waarin je hem niet ziet. Hè? Dat is altijd iemand die er altijd bij is. Maar goed, ja, ook als Marianne niet rijdt, ja, dan is hij altijd ook vaak bij. Ook bij die ploeg natuurlijk, ja, heel erg betrokken. Hier de ploeggenoten vieren nog even de overwinning van Vos vandaag. Vos is vierde geworden in het klassement, want derde werd Ellen van Dijk. Ondanks alle lekke banden. En dit is nummer 5 van het eindklassement, Demi Vollering. Knappe week. Is één plekje gezakt, omdat Vos met de bonificatie haar nu voorbij gaat. Maar goed, dat zal me niet zo uitmaken. 4e of 5e, net geen podium. De beste jongere is geworden Pfeiffer Georgie. Dat is toch knap. 6e ook geworden in het eindklassement. En de 2e in het jongere klassement, die hebben we nog in de avond gezien. Micha Bredewold. En 3e is daar Silke Smulders. Die eindigen net buiten de top 10 waarschijnlijk. Of er moet... Ja, Chantal is daar helemaal. Je kan niet met je mee. We zijn nog op zoek naar Chantal, maar dat gaat waarschijnlijk niet meer lukken nu. Kijk, dat is heel duidelijk. Dat gaat niet meer lukken. Dat krijgen we niet te horen. Misschien dat ze nog iemand anders voor de camera kunnen halen. Altijd hectisch na zo'n finish. Ja, dat is... Renners zijn koud, die willen een jasje aan. En terecht hoor. Even verzorgen. En dan is het kiezen, ja, toch de keuze voor Marianne Vos was gerechtvaardigd, vond ik. Want als je 3 van de 6 etappes wint, dan willen we haar natuurlijk horen. Maar we gaan nog op zoek misschien even naar iemand anders die hoog geëindigd is in het klassement. Maar ze zijn allemaal zo snel mogelijk de warmte aan het opzoeken. Allemaal al een mooie week, hè, Vera? Ja, zeker weten. Hoop gebeurt. Net als in alle Ladies Tours eigenlijk, dat er altijd spektakel is. En ook deze week weer. Met fantastisch mooie winnaressen. Echt de absolute wereldtop hebben we hier aan het vertrek gehad. En Anne van den Berg en Annemiek van Vleuten helaas niet. Maar wat kregen we verder nog? Een fantastische showcase eigenlijk voor het vrouwenwielrennen. Hè? Ik bedoel... Ja, als je dat hier rond hebt rijden, dan mag je ook als organisatie denk ik heel tevreden terugkijken. En al met al toch goed verlopen. We hebben een paar flinke valpartijen gezien, maar ja, uiteindelijk toch gelukkig zonder al te veel erg. Dat hoop je natuurlijk ook altijd als organisatie niet mee te maken dat het desastreus afloopt. Maar dat is volgens mij niet het geval geweest. Die Janneke Ensinger, allerlaatste Ladies Tour, heeft ze nog goed laten zien. En, ook Sjane Korenvaar nog een sterk slotstuk gedaan. En ja, en dan Marianne Vos die haar 3e etappe overwinning pakte.
Haar 13 in totaal. Nou, het is ongelooflijk. Van den Broek Blaak. Ja, we de gaan afsluiten. Tweede Ladies Tour gewonnen. We zijn straks terug om 4:15 met de ronde van de Achterhoek. Hier nog even wat beelden van eerdere Ladies Touren. Marianne Vos wint vandaag en Blaak is de eindwinnares.